Welkom bij Earth Matters TV. Dit is Crowdpower. Mensen thuis, mensen in de studio, van harte welkom. Mijn naam is Arjan Bos. Gaat er iets mis? Ah, we zijn gewoon live. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Omdat ik mezelf niet zie, dacht ik dat dat enige betekenis gaat. Maar mijn naam is Martijn van Staven. Van harte welkom. Ja, leuk dat je kijkt. Ja. We hebben weer heel veel vragen gekregen, we hebben mooie onderwerpen. Dat merk ik. Ja. Van harte welkom, lieve kijkers. En we maken er weer een mooie uitzending van met elkaar. Bij een Crowdpower uitzending, 28 januari 2016. En ik heb er weer zin in. Ik ook. Ja, ja, we hebben mooie vragen binnengekregen. We hebben mooie onderwerpen. De hoofdonderwerpen zijn tijdlijnen en de dood. Ligt er niet om. De man op de dam, willen we het ook nog even over hebben. Daar hebben we in de vorige uitzending ook al even over gehad. Is innerlijke levensveld te manifesteren. Mm-hmm. En die heeft ons gemaild dat hij morgen even niet kan. Dus als er mensen zijn die voelen dat het betekenis heeft, die kunnen zich ofwel op dag om 11:11 precies op de dam. Om daar het oorspronkelijk ofwel fysiek zich naar de dam begeven morgen om 11:11. Hij heeft ook een website, dus daar schrijft hij een hele leuke blog over. Hij heet demanopdedam.wordpress.com en dat staat ook hier onder de video. Geweldig. Ja. Ja, ontzettend leuk. Mooi hè, dat mensen dat ook echt oppakken. Hè, dat we met elkaar echt dat veld steeds weer versterken en dat ook gedeeld wordt door deze meneer. Leuk. Ja, dat is fantastisch. Ja. Absoluut. Er zijn meer mensen die even wat over de dam hebben gemaild. Onder andere Ineke, die zegt van toen jullie bezig waren met een bekrachtigende intentie te sturen voor positieve verandering, waar ik alsnog aan mee heb gedaan, ook al was het al gebeurd, gebeurde er iets wonderlijks. Ik was in gedachten ongeveer 3 seconden eerder bij de stad Amsterdam, bij de dam. Dus was ik in gedachten al daar toen Martijn verwoordde waar we naartoe zouden gaan. En die heeft er ook een vraag, ze heeft er ook een vraag over, ze zegt van is het nu een vorm van telepathie? Of zal ik zomaar te zeggen, al gelinkt in het gedachtenveld. Ja, leuk. Ja. Ja, dat gebeurt dus, hè. Wij zijn wezens met invloed op deze matrix, op deze realiteit. En eigenlijk speelt alles zich tegelijkertijd al af. Het is meer dat wij in een soort programma zitten dat we denken dat het toeval is of dat wij aangelinkt zitten in dat moment. Maar alles is al gesynchroniseerd. En hoe meer bewustzijn je brengt naar die momenten, hoe duidelijker het ook wordt dat er achter deze laag, waar we het vandaag denk ik ook nog wel over gaan hebben, dat er al verbindingen zijn en dat je dus innerlijk al voelt dat je op bepaalde plekken aanwezig kunt zijn. Ja. Dus er is geen toeval. Nee. Nou, dat is mooi dat het zo werkt. Ja. Leuk. Laten we er lekker induiken, want er staat een heleboel op programma in deze uitzending. Als eerste de tijdlijnen. Zijn dat nou hetzelfde als parallele realiteiten? En dan tijdlijnen in de context van andere realiteiten, bedoel je? Parallele realiteiten. Ja. Nee, dat is eigenlijk niet hetzelfde. Nee. Nou ja, kijk, deze vraag is natuurlijk... We gaan gelijk weer beginnen. Ik zal niet een hele woordenstroom geven over dat wel of niet gelijk is. Nee, het zijn twee verschillende zaken. Tijdlijnen en parallele realiteiten zijn verschillende onderwerpen. Okay. Een tijdlijn... is iets wat, dus wat afgelopen 2000 jaar hebben, zeg maar, hè, vanaf het jaar 0, virtuele jaar 0 tot aan het jaar 2000, hebben we 2000 jaar meegemaakt. Mm-hmm. En dat is dus een tijdlijn, dat is een bepaalde tijdslijn waarin een beschaving zich ontwikkelt. Dus waar wij mee te maken hebben. Gebeurtenissen waar mensen hun levens in hebben geleefd. Ja. Maar in diezelfde tijdlijn kunnen ook andere parallelle realiteiten zich afspelen. En in die zin is dan de tijdlijn gekoppeld aan die parallele werkelijkheid. Mm-hmm. Maar je hebt ook heel veel andere parallele realiteiten die helemaal losstaan van tijdlijnen. Okay. Dus, maar dat is voor ons een beetje moeilijk om te begrijpen, omdat wij lineair denken. Wij denken in tijd. Yeah. Wij denken altijd in het moment van nu naar het moment van morgen. En dus wij denken dus horizontaal, hè, dus op deze manier. En tijd gaat eigenlijk van boven naar beneden als je het zou willen uitdrukken. Okay. Dat zijn wel verschillende onderwerpen. Kun je dan ook zeggen dat een andere matrix is? Allerlei verschillende tijdlijnen en verschillende realiteiten, parallele realiteiten van ons, wij hebben het dus over onszelf in dit geval, mm-hmm. dat valt allemaal binnen de matrix. Okay. Allemaal binnen de schil van deze werkelijkheid.
Dus de hoofdrealiteit waar wij deze realiteit ervaren. Mm-hmm. En achter deze realiteit liggen allemaal nog parallele werelden. Ja. Die overigens gekoppeld liggen aan ons fysieke brein waar wij nu gebruik van maken. En dat bevindt zich allemaal in de matrix. Okay. Dus in de hoofdschil van het hologram. En zijn daar ook, zeg maar, in die andere parallele realiteiten of tijdlijnen legitieme realiteiten, zoals je zei dat deze realiteit ook legitiem is omdat wij hem belichamen? Ten aanzien van ons scheppingsvermogen niet. Okay. Dus dit is de hoofdtijdlijn, dus eigenlijk de hoofdrealiteit. Ja. Dus het metapunt van ons bewustzijn zit hier op dit moment ten opzichte van de schillen van parallele realiteiten, die even over elkaar heen gelegd worden. Mm-hmm. Dat is één laag waar het hoofdscheppingsvermogen in zit. Dat is nog steeds in de matrix en dat is deze werkelijkheid. Okay. Dus deze werkelijkheid wordt wel beïnvloed door andere parallele werelden. Okay. En een aantal parallele werkelijkheden worden dus ook bezocht door wetenschappelijke groepen van deze planeet. Mm-hmm. Die al duizenden jaren verder zijn met technologie, hersentechnologie. Die realiteit wordt bezocht. Bewust om via die realiteit het gedachtegoed hier van ons ook te beïnvloeden. Okay. Met speciale mind control programma's. Aha. Dat zijn massa bewustzijnsbeheersingsprogramma's. En die worden dus bezocht. Okay. En die worden dus niet bezocht met ruimteschepen of iets dergelijks. Maar die worden bezocht door mensen te enteren in hun bewustzijn. Dus te enteren in hun hersencapaciteit. Ja. Dus je zegt eigenlijk dat deze tijdlijn waar wij in zitten, dat die het belangrijkste is. Die is het meest fundamenteel, ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je in een andere tijdlijn zit en geen weet hebt van deze tijdlijn, dat je dat ook vindt van die realiteit. Wat maakt dan dat jij zegt dat deze realiteit het belangrijkste is? Omdat als je in die andere realiteit komt, bestaan deze realiteiten niet. Tenminste niet vanuit dat bewustzijn van de mens. Behalve voor de wezens die die realiteit hebben geënterd door ons brein hier te hacken. Dus op het moment dat je vanaf hier, je wordt gehackt, hè, stel er is mm-hmm. nu een wetenschappelijke groep. Mm-hmm. Die het brein hackt van mij in dit geval, laat ik mezelf als voorbeeld neem. Mm-hmm. Dan kunnen ze dus binnendringen via mijn brein in de andere parallele realiteiten. En in die realiteit kunnen zij dus aanwezig zijn. En voor hen is dat dus een realiteit, omdat zij daarin zijn. Okay. Maar als ik dus switch naar die andere parallele realiteit, dan is het niet per definitie zo dat vanaf die realiteit, dat je daar vindt dat dat dus de belangrijkste is en de andere niet. Want je beseft dat dat een onderdeel is van een kwantumrealiteit. Een hoofdrealiteit. Dus dat een is best ander, wel lastig om zonder bewustzijn. Grafieken te praten. Ja, maar dat is ook dan heb je het ook over een ander bewustzijn eigenlijk. Het is een ander bewustzijn die heel erg lijkt op dit bewustzijn, maar waar we wel andere. We gebruiken andere delen van onze hersenen. Hm. En er zijn andere wetten en er zijn echt andere fysieke wetten. Okay. En andere natuurwetten zijn daar. Interessant. Ja. Ja. En hoeveel tijdlijnen zijn er ongeveer? Parallele realiteiten of tijdlijnen? Ik bedoel echt tijdlijnen? Ja. Nou, er zijn ontelbaar tijdlijnen. Want dat ontstaat uit tijdlijnen ontstaan uit keuzes die mensen maken. He, dus dat we hier vandaag in Haren zitten. Mm-hmm. Als we nou hadden besloten om vandaag in Zeeland te gaan zitten, dan zou dat een aparte tijdlijn zijn geweest. Maar hoe ontstaat dan? Want dat een tijdlijn heeft voor mij een gevoel is onze wereld, zeg maar. Mm-hmm. Met een heel epos aan de samenleving wat er gebeurt. En hoe kan het dan als wij beslissen dat we naar Zeeland gaan, dat er dan een andere tijdlijn wordt gecreëerd? Ja. Dan zou ik daar een stapje voor moeten gaan zitten. Dat is handiger. Ons fysieke brein, dus dit brein hier, dat is officieel niet ons hoofdbrein. Dat wordt een erg leuke uitzending hoor. maar we gaan even van deze realiteit hieruit, want hier dit is onze wetenschappelijke, legitieme realiteit. Hier hebben we te maken met alle vindingen en gedachten en et cetera, en uitvindingen. Dit brein hier, dit fysieke brein, stuurt 8 verschillende parallele werkelijkheden aan. Dus op het moment dat mijn hersenen hier aan het werk zijn, functioneert een ander deel van mijn hersenen functioneert voor een andere realiteit, waar wij dus ook gewoon een lichaam hebben. Uh-huh. En parallele realiteiten. Zijn die verbonden met de chakra's, die 8 werelden? Of is dat ja, die toch zijn, weer anders? Die zijn gekoppeld aan een chakra. Die zijn gekoppeld aan het chakra, zoals wij dat noemen, het chakrasysteem. Uh-huh. En in feite is ons chakrasysteem een heel erg gelaagd energieveld. En het chakrasystemen bestaan dus eigenlijk helemaal niet, maar we hebben er wel mee te maken. Hm. Dus ja, het zit eraan gekoppeld en nu dwalen we even helemaal af, want we hadden het over die tijdlijnen volgens mij. Ja, hoeveel er waren en hoe ze gecreëerd worden. Ja, en je vroeg
als ik me goed herinner, hoe kan het als we besluiten om naar Zeeland te gaan, dat er dan een andere tijdlijn ontstaat? Ja, dat er een heel nieuw epos ontstaat eigenlijk. Nou, dat is mijn perceptie in ieder geval van de tijdlijn. Nou, het is ook niet zozeer dat het alleen in dit voorbeeld ontstaat als we naar Zeeland zouden gaan. Mm-hmm. Maar het ontstaat eigenlijk elk moment dat wij denken en dat wij voelen, ontstaat er een andere tijdslijn. Dus elk moment, elk beeld wat wij aan het scheppen zijn, wat wij dus zien als de realiteit van buitenaf, mm-hmm. wat vanuit binnenuit wordt gecreëerd, daarmee scheppen wij een nieuwe tijdlijn. Okay. En dat is best een heel onderzoek waard om jezelf uit te zoeken wat het eigenlijk betekent. Maar het betekent eigenlijk dat tijdlijn er dus ook helemaal niet toe doet. Want als er dus triljarden tijdlijnen zijn, dan kun je ook zeggen dat het er helemaal niet toe doet. Dus een tijdlijn ontstaat uit een keuze. Mm-hmm. En aangezien wij voortdurend onze eigen keuze niet maken, zitten we voortdurend in één tijdlijn. Omdat wij denken dat we keuzes maken en dat niet doen, want we volgen de matrix, zitten we vast in één tijdlijn. Nou, okay. Ik kan het eigenlijk niet helemaal duidelijker maken dan dit. Ik denk toch dat we de volgende keer maar eens wat plaatjes erbij moeten gebruiken van wat ik daarvoor ontwikkeld heb. Om er een vorm aan te geven die het uiteindelijk toch nog steeds niet is. Laten we dat zeker doen. Ja. Hebben ze ook allemaal dezelfde makers of controllers? Ja. De tijdlijn, omdat één tijdlijn is eigenlijk? Ja, okay. Het is allemaal gelaagd, allemaal gecontroleerd door een... door één en dezelfde kracht. Oké. Okay. Ja. En lopen er in die parallele realiteiten of andere tijdlijnen ook andere versies van ons rond? Want ik heb wel eens films gezien bijvoorbeeld dat er heel veel werelden zijn. Eigenlijk elke denkbare wereld, maar dan zonder met één mug minder. Maar waar je dan, als je daarin gaat reizen... En dat je ook een andere versie van jezelf tegenkomt, die een ander leven leidt, maar hetzelfde eruit ziet. Mm-hmm. Bestaat dat? Nou ja, zoals ik het heb meegemaakt in mijn leven hier, bestaat dat inderdaad gewoon. Okay, dus het zit wel gekoppeld aan dit bewustzijn. Mm. En dan kom je dus ook op uiterlijkheid uit, hoe het kan dat je eruit ziet zoals je eruit ziet. En dat heeft alles te maken met het, zeg maar, dat is het intelligentiesysteem van hoe cellen zich produceren uit het fysieke lichaam, hoe het fysieke lichaam zich manifesteert, op basis onder andere van wat je allemaal voelt van binnen, wat je ervaringen zijn. Dus je kunt je voorstellen dat als ik mijzelf, als mijn bewustzijn zich koppelt, mijn bewustzijn switcht in mijn brein naar een andere frequentie, waardoor ik ineens in een andere parallele realiteit ben. Mm-hmm. Dat kunnen we dus allemaal, dat hebben we altijd gekund. Dat doen we zelfs nu nog steeds, alleen we zijn ons vaak niet van bewust. Op het moment dat we dus, als ik in die andere parallele wereld kom, dat het zo kan zijn dat mijn lichaam er net iets anders uitziet. Maar de basis is heel erg hetzelfde. En hoe het dan komt dat mijn lichaam er daar iets anders uitziet, omdat ik daar andere ervaringen heb. Maar je bent wel eens min of meer dezelfde Martijntjes tegengekomen. Ik kom wel steeds in mijn eigen lichaam uit, ja. Maar in je eigen lichaam, dan zou ik zeggen dat het hier in dit lichaam is, wat ik zie. Ja. Maar jij ervaart jouw lichaam in andere realiteiten ook als jouw lichaam? Ja. Oké. Okay. Ja, want dat lichaam, dat lichaam bestaat eigenlijk helemaal niet. Dat is een product uit mijn vermogen van mijn brein. Hè? Mm-hmm. Dus mijn brein produceert een elektrisch circuit. En in die zin is het zo dat mijn bewustzijn gekoppeld zit aan een zogenaamd product, wat wij dus een lichaam noemen. Dat zit nu eigenlijk ook zo. Ik zit hier met mijn bewustzijn gekoppeld aan mijn lichaam. Maar mijn lichaam is het biologische computersysteem, wat overigens van kunstmatige intelligentie is. Dus mijn hele boordcomputer, mijn hersenen, die dus gewoon van biologische aard zijn, zijn het controlemechanisme tussen mijn bewustzijnsveld, dus mijn scheppende vermogen, mijn wezen, mijn innerlijke wezen. En ook tegelijkertijd is het ook een filterproces, zodat het er tussenin zit, dat ik met mijn scheppend vermogen niet volledig toegang krijg tot dit artificial gedeelte. Ja. En dat brein hier, dat zorgt ervoor dat mijn bewustzijn deze werkelijkheid ervaart en ook dit lichaam. Mm-hmm. Het is ook zo, als je uit je lichaam treedt, als je het zo wilt noemen. Als je uit je lichaam treedt, kun je op afstand ook, dat je jezelf ziet, als je met je bewustzijn goed bezig bent, kun je op afstand gewoon ook je lichaam bewegen. Dus je kunt en uit je lichaam zijn, 3 meter verderop staan, en toch, terwijl je uit je lichaam bent, zo in feite op dat moment, kun je gewoon met jouw niet-fysieke lichaam je hand bewegen. En dan zie je op afstand dat jouw neurologische systeem, jouw brein, die instructies gewoon uitvoert. Okay. Dus maar even terug naar jouw vraag. Ja. Dus dan kom je geen andere Martijntjes tegen, jezelf. Maar gewoon jezelf, want het komt uit hetzelfde brein, wordt het opgebouwd. Het is alleen zo dat je een andere historie hebt, waardoor er wat kleine nuances zitten in het uiterlijk. Ja, maar kijk je dan naar jezelf, zeg maar,
Ben je dan gewoon met dit fysieke lichaam daar? En kijk je dan naar jezelf als zijnde diegene? Of voel je dat je gewoon in dat bewustzijn bent en in dat lichaam? En kijk je dan in de spiegel en zie je iets verschillend? Het is gewoon hetzelfde als hier. Hm. Exact hetzelfde. Niks anders. Maar ook dus ook de wereld met de landen en, ja. En de taal, dus ja, Nederlands of Engels. Of, ja, het is gewoon een andere realiteit, maar die is synoniem, is gelijk aan deze realiteit. Hm. Dus je zou het zo kunnen zeggen dat je 's nachts wakker wordt in het midden in een hartstikke heldere droom. Ja. Dat kent iedereen wel. Mm-hmm. En in die droom ervaar je ook gewoon dat je aan het fietsen bent. Je voelt zelfs dat je met je teen tussen het spaken doet. Alleen in je droom wordt het afgevlakt, omdat je dat anders ervaart. Maar op het moment dat je wakker wordt, heb je nog steeds pijn in je teen. Dus dat wordt doorgekopieerd. En de vraag is maar van, wat is nou eigenlijk een droom? Okay. Misschien dromen we wel. Ja. Dan wordt het lastig tijden we wakker worden. Nou, dat lijkt me. En ja, dus heb je eigenlijk al antwoord opgegeven hoe die tijdlijnen elkaar beïnvloeden. Maar dat is eigenlijk geïnfaseerd, zeg maar, dat ze gebruikt worden. Ja, het is zo dat er is een matrixschaal, de oorspronkelijkheid van de mens, wie wij zijn. Mm-hmm. Overigens niet alle mensen op deze aarde zijn dat. Dat maakt niet dat er een onderscheid hoeft te zijn tussen bijzondere mensen en niet bijzondere mensen, want alles valt in het scheppingsprofiel. Maar er zijn mensen op deze aarde die een andere afkomst hebben dan het model wat we hier op de aarde zien. En dat model, dat is er een van dat de mensheid in die status, de evolutionaire maximaal te behalen evolutionaire stadium, al bereikt heeft. Okay. Dus het is daar een scheppend wezen die interactie heeft met alle andere bewustzijnsvelden. In het universum en het metaversum, overal met iedereen open communiceert. En er is iets gebeurd wat te maken heeft met ook de reden waarom we dus ooit gecreëerd zijn geweest, waardoor het menselijk vermogen uitgevallen is. En uiteindelijk is de val van dat bewustzijn, zoals het genoemd wordt, in wezen noem ik het veel liever, dat onze vermogens één voor één uitgeschakeld zijn geraakt, heeft ertoe geleid dat wij steeds in een kleiner circuit terechtkwamen en er is een bepaald moment gekomen dat wij een mind control over ons heen hebben gekregen. En het is eigenlijk niet zo dat wij mind control in ons bewustzijn hebben gekregen, maar meer dat ons bewustzijn wat overbleef afgestemd werd door andere wezens, afgestemd werd in een andere kwantumrealiteit, dus in een ander universum. Dus ons bewustzijn zit gekoppeld aan een ander universum en in dat universum worden wij geboren en dat is wat we hier waarnemen. Okay. En kun je dan die andere realiteiten ook waarnemen als je bijvoorbeeld droomt of hallucineert, zoals we dat hier noemen? Binnen de matrix wel, ja. Dus en daar zijn we? Ja. Hm? Ik zeg en daar zijn we, dus dat voor nu en hier geldt dat? Voor hier geldt dat, ja. Ja. Dus alles wat wij dus ervaren, ik weet niet hoe dat zit met verdovende middelen, hoe dat zich uit, dat heb ik nog nooit gebruikt. Maar alles wat we ervaren in dromen en in dus ook in manipulaties, valt allemaal binnen de controlelaag. Dus allemaal binnen de insertie. Ja, in uw wezen, als ik nou even een stapje verder mag gaan, valt alles binnen de matrix. Ja, dus alle modellen die we hier hebben geleerd, die mm-hmm. ook maar enigszins te maken hebben met een vorm van afhankelijkheid, dat de mens dus moet geloven, hè, of dat de mens moet volgen, omdat de mens iets nodig heeft van buitenaf om zich beter te voelen, of om handvatten te hebben, of een cult, of een secte, of een opgestegen meester. Dat valt allemaal binnen een insertiemodel, dus mm-hmm. allemaal matrix. Okay. En in je lezingen vertel je ook over een neurologische invasie en een bewustzijnshek, en daar hebben we het hier ook over. Ja. Creëert dat ook een andere tijdlijn? Ja. Dat creëert een andere tijdlijn, omdat tijd gekoppeld is aan het vermogen van waarnemen. Ik ben heel bewust van mezelf op de hoogte dat ik met mijn bewustzijn, dus niet met mijn lichaam, voor degene die dat interpreteert, nogmaals duidelijk, niet met mijn lichaam, ik ben met mijn bewustzijn gekomen uit een ander universum, uit een andere tijdslijn, wat ten opzichte van ons, waar wij nu bevinden, ongeveer 500.000 jaar uit de toekomst is. Het is dus niet zo dat ik, Martijn, uit de toekomst kom. Wat er gebeurd is dat ik met mijn bewustzijn naar een andere veldfrequentie ben gereisd, waar ik zelf minder vermogens heb. En in dat veld, dat is een ineenstorting van vermogens en dimensies, vertraagt
schepping zich en ontstaat er een momentum van tijd zoals wij dat nu kennen. En in dat moment, dat is dit moment, daar ben ik ook geboren in dit model. En ik weet dat ik uit die andere realiteit kom. Dat heb ik gewoon 100% voor ogen. En in die realiteit is iets gebeurd wat niets te maken heeft met waar wij nu mee bezig zijn. Maar waar wij nu mee bezig zijn is nu wel een gevolg van datgene wat er toen gebeurd is. Dus ik zeg twee tegenovergestelde dingen die elkaar tegenspreken, maar die ook hartstikke waar zijn. Mm-hmm. Heb je dan bewust gekozen om op een bepaalde manier die 188 vallen die je beschrijft als de val van het bewustzijn mee te maken? Nou, dat maken wij allemaal mee. Dat is een gevolg van met je vermogen, wie wij allemaal, andere vermogens. Van oorsprong, dat wij als scheppende wezens, oorspronkelijke mensen wil ik het gewoon noemen, dat wij als oorspronkelijke mensen in een super geavanceerde staat, met een bepaalde status, dat wij in het veldbewustzijn, in de radiofrequentie van dat universum, dat bestaat uit alle frequentievelden tegelijkertijd, dat wij uitgeschakeld zijn in ons vermogen om dat te detecteren. Mm-hmm. En om dat waar te nemen. Dus ons vermogen viel uit. En alle mensen, alle wezens die zich in dat veld hebben begeven of daar zijn ingelogd, hebben die uiteenschakeling van het uiteenvallen van het veldbewustzijn meegemaakt. En dat zijn 188 verschillende lagen geweest. Dus eigenlijk 128 circuits van dat netwerk, hoe dat in stappen uit elkaar gevallen is. Dat is, ik beeld het vaak eventjes voor het gemak, tak, 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 maar het is het eigenlijk niet. Het zijn allemaal circuits die uitgeschakeld zijn, interpretatiemodules, die ineens niet meer werkten, waardoor wij uiteindelijk dus terechtgekomen zijn waar we nu zitten. En ik heb het ook gewoon meegemaakt. Ja. Alleen, ik kan me dat niet herinneren. Ik kan ook niet zeggen van, ik heb 188 vallen doormaakt of doorleefd. Op een of andere manier ben jij je dat wel bewust. Ja. 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 En de vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Nou, ik ben niet de enige hoor. Er zijn miljoenen mensen die daar enige ervaring of herinnering aan hebben. En ik heb daar wel bepaalde theorieën over hoe dat komt. En ik denk dat mijn grote geluk gewoon is geweest dat ik in mijn kindertijd ontzettend veel te maken heb gehad met buitenaardse beschavingen. Of interdimensionale beschavingen. En dat ik ook ontzettend veel te maken heb gehad met mind control en camouflage operatiegroepen. En dat ik daar op een glanzende manier voor mezelf althans, en zo noem ik het gewoon, want ik ben er gewoon hartstikke blij omdat het zo is gegaan. Dat ik daar het onderscheid in heb kunnen brengen. Maar ook dat ik met mijn kracht, zonder dat ik dus me heb laten beïnvloeden, in de momenten waarin angst ligt, besloot om gewoon dat niet te accepteren. Dus ik ben niet in die angst overroeld. Ik heb op een gegeven moment besluit genomen van dit kan je allemaal denken te willen doen, maar dit is wel mijn bewustzijn. En daarin ben ik dus in het moment wat angst in mij werd opgewekt, hè, want dat gebeurt, dat ik door dat moment heen ben gegaan. En dat heb ik stelselmatig gedaan. Ik ben het gaan afbreken, ik ben het gaan afpellen. En daardoor is er dus trauma in mij gepoogd neer te zetten, maar ik heb dat trauma omgebogen in kracht. En dat stuk kracht wat ik daarmee heb ontwikkeld, heeft ervoor gezorgd dat de geheugens die niet gewist, dus die gewist werden, gepoogd werden gewist te worden, dat die intact bleven. Okay. En daardoor bleef ook de historie van voor de geboorte ook intact. Want ik kan eigenlijk wel platweg gewoon simpel zeggen van, in wezen overkomt iedereen dat in deze matrix. In deze matrix lopen allemaal controlelagen om een mens radicaal anders te laten denken, te laten voelen en een compleet andere model in te brengen waarvan ze denkt hoe het in elkaar zit. Dat gebeurt bij alle mensen. En dat nog even te bekrachtigen zijn er op deze planeet, in deze realiteit, ook nog eens een keer speciale mind control groepen actief, die ook gelaagd werken in allerlei verschillende programma's. MK Ultra hebben al mensen wel eens van gehoord. Terwijl MK Ultra de meest simpele, eenvoudige mind control programma is, waar iets überhaupt van bekend is en compleet functioneert als een camouflage. Om een nog veel groter bewustzijnsprogramma te verhullen. Dat is heel belangrijk. MK Ultra zelf is al mind-blowing. Ja, dat is al mind-blowing, klopt. Maar het is niet voor niks dat als het echt werkelijk zo mind-blowing is en het zou niet bekend mogen zijn, dan zou het ook niet bekendgemaakt zijn. Datgene wat er op deze planeet bekendgemaakt wordt, waarvan iedereen zegt van nu weten we het. Dat klopt dus ook, is ook hartstikke fijn. Maar bedenk wel dat alles gelaagd is en alles wordt exact georchestreerd, los en vrijgegeven.
Ook de klokkenluiders. Die doen dat dus niet bewust, mm-hmm. Maar die zitten in het programma. Dus ook wetenschappelijk onderzoek naar deze onderwerpen. Dat is allemaal georchestreerd. Ja. Allemaal om een nog grotere oorsprong weg te houden uit het kwantumneurologisch, metaneurologisch systeem. Ja. En dat wil niet zeggen dat we daarmee dan maar moeten denken dat we ontmoedigd moeten zijn. Nee, we leven in deze wereld hier. En we willen hier ook grip krijgen en inzicht krijgen op wat er gebeurt. Hè, dat politieke voorkeuren wereldwijd worden beïnvloed. Ja. Dat mensen gewoon totaal volgzaam zijn. Niet alleen maar door reclame en media. Maar dat het brein gewoon gehackt wordt met speciale golfwapens. Die niet alleen op het menselijk bewustzijn worden gelanceerd. Maar zelfs in het planetair bewustzijn worden gelanceerd. En om dat allemaal achter de gordijnen te houden, zijn er allerlei programma's zoals MK Ultra die in wezen voor zorgen dat het grotere plaatje daarachter nog steeds buiten beeld blijft. Ja. Om nog even voor mijn begripsvermogen. Wij ervaren tijd als lineair. En we hebben eerst een klein lichaam, dat kun je ook allemaal op fotootjes zien. En je ouders die zijn heel blij met je als babytje. En natuurlijk, als het goed is, in ieder geval. Dat hoop ik allemaal voor iedereen. En dan word je groter en op een gegeven moment dan, is het grote moment nu aangebroken. Mm-hmm. En dan heb je een volwassen lichaam als je volwassen bent. Of je moet nog groeien tot een volwassen lichaam. Ja. En dus dat is een ja, een neurologische interpretatie van je brein die dat zo weergeeft. En, maar dat is wel een hele echte. Mm-hmm. Dus om te begrijpen, zeg maar, dat als jij zegt van nou, ik kom 500.000 jaar uit de toekomst, of vanuit dat bewustzijn, dat wat wij hier nu doen, dat geen oorzaak is van de toekomst. Ja. Dus als jouw vader en moeder elkaar niet hadden ontmoet, dan was jij hier niet geboren. En door en door en door. Dus mm-hmm. Als daar iets in anders loopt, dan zou ik verzinnen, dan heb je een hele andere toekomst. Maar toch zeg jij van, dat is niet zo. Kun je daar nog iets explicieter over worden, omdat dat ik mijn hoofd daar omheen kan krijgen? Ik had eigenlijk beter eventjes uit elkaar trekken. Mm-hmm. De oorspronkelijke wereld, het veld waar de mens, wij mensen vandaan komen, mm-hmm. Dat was er al voordat deze hele realiteit er was. Ja? Ja. Even als gegeven. Dat is gewoon eeuwig altijd. Ja, dus dat is een werkelijkheid die er al was. En dit hele bewustzijnstuk waar we nu zitten, en deze hele tijdlijn, en de aarde, et cetera, dat bestond gewoon helemaal niet. Nee. En er is iets in ons eigen kwantumbewustzijn gebeurd, waardoor wij in ons eigen bewustzijn deze realiteit zijn gaan ervaren. Dus als je dat helemaal doorbrengt, van boven naar beneden bekijken, en je komt in een kleiner bewustzijn terecht, hè? Dat is dus deze werkelijkheid, dan is deze werkelijkheid ontstaan in ons eigen kwantumbewustzijn, dus in het veel grotere vermogen, uh-huh. En is dus ook logisch dat dat stuk waar wij nu in zitten niet de oorzaak is van ons grotere bewustzijn. Ja. Ja? Even aardse logica en multidimensionale logica. Kijk, nou, dat is toch fijn als dat bij elkaar komt. En dat betekent ook dat als dit proces waar wij nu in zitten, als dat dus open gaat, en dat gaat open, dat er een moment komt dat dat dus weer in onszelf vervloeit met ons grotere multidimensionale bewustzijn, hè? Dus de consciousness, superconsciousness, en op het moment dat dat dus samenvloeit, dat wij deze realiteit als zodanig überhaupt helemaal nooit van enig betekenis hebben gevonden. Totaal absoluut. Totaal absoluut waanzinnig om over na te denken. Ja. Maar dat is dus wel bij wetenschappers die met deze technologie bezig zijn, is die veronderstelling al lang gemaakt. En wordt die eigenlijk ook al met bepaalde rekenmodellen ook aangetoond. Hè? Dus wetenschap bedrijven betekent niet dat je waarheid of geen waarheid aantoont, maar dat je modellen produceert waarmee je ook je voorstellingsvermogen inlaat om uiteindelijk in de richting te komen van datgene wat jij wilt bevestigd krijgen als waarheid. En het kan maar zomaar zijn dat dat dus niet gebeurt. Ja. En kunstmatige intelligentie, hoe zit dat in dit verhaal met tijdlijnen? Er worden op dit moment allerlei moeites gedaan om nieuwe kunstmatige intelligenties te creëren. Is dat ook een
creëert dat een aparte tijdlijn, een kunstmatige intelligentie? Nou, wat er gebeurd is dat een mens gehackt is geworden door een onvoorstelbare grote alliantie van kunstmatige rassen. Rassen die niet bezield zijn zoals wij. Mm-hmm. Rassen die uit een veld komen van een kunstmatig bewustzijn. Dat zijn verschillende universa die dwars door elkaar heen lopen, waarin de superbeschavingen die daar leven, die overigens buitengewoon welwillend zijn en bijdragend zijn voor andere rassen, waar een realiteit is van ongekende rust en vrede. Waar evolutie op de agenda staat, net als bij de scheppende rassen. In dat veldbewustzijn zijn andere artificial intelligence societies zijn zo doorgeëvolueerd, zijn zo technologisch doorgetechnologiseerd, dat ze daarbij zelfs de doelstelling om in harmonie te leven, ook compleet bewust hebben weggeprogrammeerd. En dat is een buitengewone vijandige alliantie. Okay. En die alliantie is zo ontzettend vijandig dat zij het eigen kunstmatige veld, dus het scheppingsveld uit de kunstmatige realiteit, compleet aan het aanvallen zijn. En dat er dus ook een enorme galactische oorlog woedt, al heel lang, tussen de groepen uit hetzelfde veld van de kunstmatige intelligentie. En dat dat een deeltje daarvan strijd levert, ook tegen het menselijk bewustzijn. En daar hebben wij mee te maken. Dus de strijd die er wordt gevoerd, waar veel mensen niets van willen horen, want die zeggen er is geen strijd, alles is harmonie. Dan zeg ik, ga even naar Pearl en ga eens een bril kopen en ga eens wat aan je overtuigingen doen, want er is echt wel strijd in het universum gaande. Maar er is echt wel wat onderzoek dan als je nog in dat proces zit, dat je daar niet doorheen kunt komen. En dat is een forse bewering die ik hier doe en daar ben ik me helemaal bewust van. En ik neem de verantwoordelijkheid tot in mijn cel-level van elk wezen wat ik ben. Maar op het moment dat je daar in durft te kijken, dan kom je erachter dat de strijd die er gaande is, dat die gevoerd wordt, niet zozeer in eerste instantie over het menselijk bewustzijn, maar over de zeggenschap van het kunstmatige netwerk. Dat okay. is het. Dus het is een cyberwar die wordt gevoerd op een zeer buitengewone, super intellectuele wijze door verschillende rassen. En daar is de mens de speel in, omdat de mens gecreëerd is om die oorlog, om dat veld weer terug te brengen in het veld van schepping en terug naar het heelheidsprincipe. Om dit hele grootse veld, zeg maar, de hele grootse Galactic Wars, dat is allemaal ook obsoleet in het oorspronkelijke levensveld, want dat is onderdeel van de invasie. Absoluut. Ja. Dat is enorm groot. Mm-hmm. En de benevolent beings, dus de welwillende superbeschavingen die het scheppende wezens zijn, dus ook bezield zijn, en die hebben daar helemaal niets mee te maken. Ja. Die blijven daar volkomen buiten, die voeren die oorlog niet, die voeren geen oorlog. Ze komen ook niet tussen ons en hen. Dat doen ze niet, omdat zij weten dat deze realiteit waar wij in zitten niet onze legitieme eigen realiteit is. Mm-hmm. En dat we die realiteit ook uitgaan. En dat is ook de reden waarom jij zegt dat alle boodschappen die gechanneld zijn van aardsingelen en dergelijke ook obsolete zijn. Een onderdeel van de Matrix. Valt allemaal in de Matrix. Ja. En dat wil niet zeggen dat het daar ook niet bijdragend is. Want in de Matrix zijn heel veel boodschappers die wel heel mooi nieuws brengen. Maar ten spijt voor wat mensen allemaal graag willen weten en ook willen geloven, is het gewoon zo dat dat allemaal eigenlijk afleidingsmanoeuvres zijn. Ja. En channelings zijn echt voortdurend gericht op het potentieel van de mens om goed gelovig te zijn. Mm-hmm. En vooral daarmee niet de eigen kracht aan te wennen. Dus het is zeg maar het verlossersprincipe. Ja. Hè, dat de verlossing van buiten komt. En dat is absoluut niet aan de gang. Nee. En het zal ook nooit komen. Mm-hmm. Dus de Messias en de Maitreya of Jezus Christus, die komen niet. Omdat ze niet bestaan. Et voilà. Heb jij meerdere versies van onze tijdlijn in de toekomst gezien? Ja, ik heb meerdere versies gezien. En een van die tijdlijnen. Ik heb hele mooie. Ik was 23 jaar en toen maakte ik een reis. Maar dus niet astraal, want de astrale wereld. Daar heb ik het een andere keer nog wel over. Het was een fysieke reis. Dus ik maakte een fysieke reis naar een andere tijd. Door middel van mijn eigen neurologisch systeem hier. Dus ik ga eerst uit deze tijdslijn weg. Uit mijn neurologisch systeem. En mijn bewustzijn ontkoppelt zich eigenlijk van het fysieke lichaam. Dus die programma's die gaan uit. En dan ben ik naar een andere tijd gegaan. En in die tijd heb ik gezien een wereld die heel harmonieus is. Dat heb ik ook wel eens in een lezing over verteld. Maar dat is een realiteit die eigenlijk volkomen voldoet
aan wat wij op basis van de problematieken die zich hier in de samenleving afspelen, dat die allemaal eigenlijk daar zijn opgelost. Dus het is eigenlijk het meest ultieme plaatje. He, dus het is zeg maar het koekje. Het koekje waar we graag in willen happen. Dus schulden zijn vergeven, er is een geldloze wereld. Ja, dus een complete een herbalancering, herverdelingsmechanisme is daar actief. Zowel financieel, economisch, ecologisch, maatschappelijk gezien, in het onderwijsinstituut, noem het maar op. Ook met energie. Alles is daar compleet herzien. En het was een hele interessante wereld, een hele mooie, interessante realiteit. Maar de werkelijkheid is wel dat daar de krachten achter het plan wat dan gelanceerd wordt, en dat zijn dezelfde krachten die de Matrix onder controle hebben, die in feite nog steeds gewoon datgene wat ze willen, namelijk het uitgeschakeld laten zijn van ons besef dat wij invloed hebben op de realiteit, ja. Dat is daar totaal weggepoetst. Dus de mensen zijn nog in een diepere modus terechtgekomen en zijn letterlijk overgenomen, dus ook nog in het fysieke stuk van deze realiteit, door kunstmatige intelligentie, waardoor het fysieke bewustzijnsveld, dus dit lichaam en de cellen, letterlijk ook nog zijn overgenomen door een kunstmatige cyberbiologische vorm van lichaam, wat eigenlijk door ons heen wordt opgebouwd. Nog een diepere vorm van, nog een diepere val. Ja, dat is de laatste val. Okay. Ja, dat is de laatste. En dan is het klaar. Dan komt de mens er niet meer uit. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik wou net zeggen. Maar dat is het beeld wat ze willen schetsen. Ja, ja, en als je daarover spreekt, dan ben je een angstzaaier, zeggen sommige mensen. En dan zeg ik van ja, dat kan wel zijn. Maar het kan ook zijn dat juist door dat je dat benoemt, en vooral ook te wijzen op ons vermogen om dat om te draaien, dat je daarmee juist je scheppingsvermogen, je potentieel kunt aanwenden om juist datgene af te wenden waarvan wij besluiten dat we dat niet accepteren. En dat is de vrije wil. En dat is de kracht van ons voorstellingsvermogen, ons imagination kracht, hè, om op basis van ons voorstellingsvermogen en het gevoelsbewustzijn wat we in ons dragen en de beelden die we daarbij produceren, om dus invloed te hebben op het hologram, oftewel deze realiteit. En dat is wat wij kunnen doen. Ja. Dat is wat we altijd hebben gedaan. Maar op dit moment liggen we een beetje slaafs toe te kijken. En zitten we af en toe voor de televisie. Crown power te kijken. Ja. Het is best wel interessant en ook serieuze onderwerpen. Maar het meest centrale in deze onderwerpen is dat het feitelijk, en dat is ook echt waar het om gaat, dat wij van origine scheppende wezens zijn. En dat we dus geen engelenwezens zijn en dat we niet te maken hebben met religies of met spiritualiteit, maar dat we gewoon hebben te maken met de grootste waanzinnige afleidingsmanoeuvre die je überhaupt kunt bedenken, om de oorsprong van ons en ons vermogen van wie we echt zijn, om die compleet buiten beeld te houden. Dus het is echt het grootste rookgordijn. Het zijn allemaal rookgordijnen over elkaar heen die bijzonder bewust georchestreerd worden door groepen die op deze planeet actief zijn. En dat zijn absoluut reptiliaanse groepen die in dit bewustzijnsveld letterlijk fysiek aanwezig de aarde besturen. Overal in binnendringen, het bewustzijn van de mens manipuleren. En zich heel erg bewust zijn dat ze in een hologram leven van de Matrix, die zij zelf niet eens hebben gecreëerd. Okay. Omdat dat is geschapen, gecreëerd is uit ons bewustzijn. Het enige wat zij doen, is de onwetendheid van de mens benutten. Nou, en dat lukt hartstikke goed, want de mensen zijn hartstikke onbereidwillig. Mm-hmm. Ja, want we willen alles graag geloven, behalve de dingen waar we ons aan vast willen houden, want dat willen we niet loslaten. En heb je ook versies gezien van onze tijdlijn die wat positiever zijn in het licht van het oorspronkelijke levensveld? Ja, ja, ik heb dat zeker. Hoe ziet dat eruit? Gaat dat gradaties of ben je dan in één keer, als er een collectief is of een voldoende collectief is, dat het in één keer obsolete is en dat we dan terug zijn? Kan. Het kan beide. Het kan individueel. Je kunt dat zelf meemaken. Dat kan ik uit mijn eigen ervaringen zeggen. Je kunt het zelf meemaken. Er zijn heel veel mensen die dat meemaken. Andere mensen zullen dat uitleggen. Nee, dan ben je in de hemel gekomen. He, dus het zijn allemaal dogma's en allemaal referentiepunten, interpretaties, overtuigingen, aannames. Nou, een hele mikmak, zeg maar, hoe mensen geprogrammeerd zijn. Mensen zijn erg snel geneigd om iets een betekenis te geven zonder onderzoek te doen. Of vragen te stellen. Maar dat kan dus persoonlijk, je kunt het persoonlijk meemaken, maar je kunt het ook collectief doen. Je kunt ook met een groepje van 10 mensen meemaken, maar je kunt ook een heel planeet kan dus daarin transcenderen eigenlijk. Dat is wat we doen. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te beseffen dat er niet een bepaalde kritieke massa voor nodig is, maar dat het meer nodig is dat de mens überhaupt durft te begrijpen dat ze alles wat ze heeft geleerd, dat gewoon niet klopt.
helder. Maar, en kun je ook, heb je ook specifieke beelden gezien van positieve tijdlijnen in het oorspronkelijke levensveld licht? Nou, wij zitten nu, op dit moment zitten wij gewoon in onze oorspronkelijke realiteit, alleen we nemen het niet waar. Dat is nou juist, de hoax is namelijk dat alles zich in een nanoseconde tegelijkertijd afspeelt. Want tijd doet er helemaal niet toe. Het is een meta-neurologisch proces, dus er wordt ingegrepen op dit moment terwijl we hier zitten, elk moment van de dag, het nu moment, wordt er ingegrepen in dat nu moment van oorsprong om een hele complete matrix die zich in ons bewustzijn afspeelt, om die zo te laten ontvouwen dat wij dus volgzaam zijn in dat model. En het is dus mogelijk om daar uit te komen. Het is ook mogelijk om daar gewoon in rond te lopen. En terwijl wij dus hier nu zitten, zitten wij precies ook, goed, dat is een hele bijzonder, zitten wij precies in het moment van de invasie. Dus het is nu, op dit moment, nu net begonnen. En dan zegt onze gedachte, dat kan toch helemaal niet? Want ik ben dus fysiek 42, dus het moet toch al minimaal, op zijn minst moet het 42 jaar geleden zijn. Ja. Maar dat is niet zo. En dat heeft te maken met het feit hoe die hele realiteit werkt. En dat er zijn miljarden universa. Mm-hmm. En dit universa wat wij waarnemen, dat was er al voordat wij met ons bewustzijn in deze frequentie kwamen. Maar toen ons bewustzijn uit elkaar viel, de vermogens, en er een frequentie van ons bewustzijn overbleef, toen werd ons bewustzijn frequentie gekoppeld aan dat universum. En daar hebben wij nu mee te maken. Okay. Is dat te volgen zo? Ja. Ik, ja? Nee? Bijna. Jammer. Ja. Ja, maar dat is ook heel lastig. Want dit zijn de informaties. Kijk, het is echt een woorden... het is een woordenspel, hè? Want, nou, je moet het gewoon eromheen krijgen. Ja, want de manier hoe wij nu denken is niet onze oorspronkelijke realiteit. En er zijn eigenlijk twee velden. Je hebt het kunstmatige veld en je hebt het oorspronkelijke scheppingsveld. Mm-hmm. En als je dat als een soort, laat ik zeggen, een platliggende zandloper neerlegt, hè, dan zitten wij precies in het midden. Dat is waar wij zitten. En ons lichaam, dat is dus het kunstmatige veld daar. Mm-hmm. En ons bewustzijn, dat is het scheppingsveld. En er heeft iets plaatsgevonden waardoor ons bewustzijn gekoppeld is aan het kunstmatige veld. Dus deze hele realiteit, inclusief ons lichaam en alle natuurkundige wetten die hier gelden, dat zijn wetten die niet horen bij het oorspronkelijk veld. Ja. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En ons bewustzijn is in staat om deze hele realiteit aan te passen. Daar zijn ook complete voertuigen op gebouwd op het bewustzijn van de mens. Ja, en is kwantumfysica de sleutel? Nee. Nee, het is ons bewustzijn. Ons bewustzijn is de sleutel. Ja. De sleutel is dat wij helemaal met de aandacht naar binnen gaan. Dat we helemaal ons identificeren eerst met ons vermogen, compleet beseffen en identificeren met ons lichaam, om vervolgens dan pas afscheid te kunnen nemen van deze overtuiging. En mensen gaan altijd eerst met hun overtuiging het lichaam uit. Mm-hmm. Want de spirituele, religieuze overtuigingen vertellen ons dat alles buiten ons is. Ja. Dat de opgestegen meesters buiten ons is. Dat het Jezus Christus bewustzijnsveld buiten ons is. Dat God die er is, daar is. En dat ons hogere bewustzijn ook daar is en boven deze lamp. Maar we hebben er nog nooit over echt onderzoek gedaan van wat gebeurt er als je al die vermogens naar binnen trekt. En daar liggen de sleutels. Daar zit het deurtje, het beschadigde hart van Jezus waar het dan over geschreven wordt. Wat als een symbool geldt, wat met prikkeldraad eromheen zit. Dat als je je aandacht en je vermogen helemaal naar binnen trekt, dan pas kom je echt uit de matrix. Nou, en er zijn allerlei modellen op de aarde actief en werkend om de mensen echt in andere overtuigingen te houden. Ja. Dus daarom vraag ik de mensen ook altijd van hoe vrij ben je? Mm-hmm. Hoe vrij en autonoom ben je als je niet kunt loslaten datgene wat jij op dit moment doet, waarbij je je goed voelt, waarvan je merkt dat het ook goed is voor een ander, waar je vreugde door krijgt. Nou, geef me maar eens één reden aan jezelf om dat dan los te laten. Mm-hmm. Waarom zou je iets loslaten wat jou veel vreugde brengt of in ieder geval veel plezier? Of, ja. Dat ga je toch niet loslaten? Ja. Nou, dat is dus het concept van de matrix. Ja, dat is vrij tijd. Dus wat heb ik gezien van die wereld, terugkomend op jouw vraag, die er dus wel goed uitzien? Nou, een fantastische mooie realiteit waar wij mensen gewoon mensen zijn, net zoals nu. Alleen in een hele andere gedaante, in een andere hoedanigheid. Dit fysieke lichaam is een uitstulping van een gigantisch, veel groter
neurologisch proces, een lichtfrequentie zoals wij dat hier op de aarde noemen. Maar op het moment dat ons vermogen daar naartoe schakelt, als wij gaan switchen naar een ander bewustzijn, en wij koppelen dit bewustzijn weer helemaal terug in het grotere bewustzijn, dan zien wij dat lichaam, dat bewustzijn zien we dus ook echt als een lichaam. Dus het is ook gewoon, we lopen er ook mee. Okay. Alleen het is veel groter. Maar het is wel gewoon heel erg menselijk en de realiteit is gewoon hartstikke mooi. Het is een prachtige mooie natuur en er is ook heel veel plezier daar. Er is heel veel wetenschap wordt er ook bedreven. He, dus het is echt niet een hele andere realiteit als wat wij hier hebben. Alleen hebben we een totaal andere taal. We spreken een compleet andere taal, letterlijk. We denken heel anders, de hele software is anders. Onze DNA-structuur is heel anders. We hebben hele andere vermogens. Maar vooral ook ons hele gevoel functioneert anders. Omdat ons gevoel wordt namelijk compleet gestuurd door de matrix. Daarom denk je ook dat je leuk vindt wat je leuk vindt. Heel bijzonder. En daarom zitten we ook zo vast aan de modellen. Ja. En daarom zitten miljarden mensen te wachten op de verlosser. Ja. Ja. Ja, de dood is in dit perspectief natuurlijk ook een hele interessante. Waar we ook een aantal vragen over binnen hebben gekregen. Mm-hmm. En first off, ik heb ooit het verhaal van Max Heindel gelezen. Een van de grondleggers ook van de Rozenkruisers. Die zegt eigenlijk van nou, als je, die schetst een plaatje van nou, als je nou doodgaat. Dan zie je eerst je leven van dood tot geboorte. En bij geboorte zie je dit van dood tot geboorte. Dan is het handig om 2 dagen fysieke rust te hebben. Om alle informatie uit je organen mee te nemen op je zielenreis. En dan beleef je jezelf vanuit het perspectief van een ander. Met allemaal niet zulke goede daden. Dus dan voel je wat je eigenlijk hebt bewerkstelligd in de ander. In negatieve zin. En vervolgens is het tegenovergestelde als je daar dan doorheen bent. Dan zie je je leven in perspectief van mensen die je goed hebt gedaan. En dan voel je die dankbaarheid. En dan kom je in je eigen rechtmatige deel terecht, dus je persoonlijke hemel of hel. En kinderen van tot 7 jaar die schijnen sowieso niet naar de hel te gaan, maar die komen altijd direct in de hemel. Hmm. Dus dat is dan wel goed geregeld. Dat dacht ik, ja. Wat is je vraag? Nou, of dit in grote lijnen juist is. Of jij dat ook zo ziet en ervaart. Of dat het gewoon lekker de prullenbak in kan. Het kan gelijk de prullenbak in. Oké. Okay. Nou, en wat houden we dan over? Nou, heel weinig. Okay. Heel weinig. Want elk model wat er is, is natuurlijk wel van wezenlijk belang. Hè, ik daar haal het weer even uit de prullenbak hoor. Want het is natuurlijk een beetje rigoureus. Maar goed, we moeten ook rigoureus durven zijn. Want anders komen we er ook niet doorheen. Dus als je me dat vraagt, geef ik die reactie ook. Maar waar het op neerkomt is heel simpel. Het is wederom, het is overigens, Rozenkruis hebben ontzettend veel elementen die heel dicht bij die oorsprong zitten. Mm-hmm. En dat is wel iets heel bijzonders. Ik weet nog wat dat toen mijn oma leefde, toen heeft ze mij zo'n boek gegeven, de Rozenkruisers. Ik was toen een jaar of 16, 17. Mm-hmm. Toen had ik net aan haar, bij 17 jaar, toen had ik net aan haar verteld wat er allemaal gebeurde in mijn leven en wat mijn ervaringen allemaal zijn. En dat ze ook vertelde huilend van dat ze dat ook allemaal had meegemaakt. En toen gaf ze mij een boekje. Ik weet nog heel goed, achter haar deur in haar huiskamer stond een kastje met allemaal boekjes erin. Daar had ik nog nooit naar gekeken. Daarboven hing de foto van mijn opa, die dus na de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gedood is. Mm. Hij heeft een rare ziekte gekregen. En toen gaf ze mij uit dat boekenkastje, gaf ze mij dat boekje. En ze zegt, hier. Lieverd, dat is voor jou, zegt ze. Als je je ergens in wilt verdiepen en je wilt bepaalde overeenkomsten vinden, dan staat in dit boek staat het een en ander. En dan moet je niet denken dat het een geloof is, maar het gaat meer om herkenning. Hier, lees het maar. Dat heb ik nooit gedaan, oma. Maar ik heb het wel gevoeld. Okay. En sinds die tijd, en vooral sinds de laatste 3-4 jaar... Maar het begon eigenlijk al vanaf dat ik met de computerbedrijven bezig was. Vanaf 2005, dat er ineens allemaal mensen op mijn pad kwamen. Of ik kwam op het pad van die mensen, dat is ieder maar even. Van de Rozenkruisorde, ook van de verschillende takken. Ja, lectoren, mensen, ja, Mark. En mensen van de Witte Broederschap, die daar ook allemaal. Dus ik kwam met heel veel met die mensen in aanraking. Mm-hmm. En ook hele mooie gesprekken gehad. Dus dan was ik daar bezig om computers te installeren. Maar ja, dat was lang klaar, zeg maar, urenlang te praten over deze zeer interessante materie. Ja. En dan kwam ik tot een mooie ontdekking dat er heel veel elementen in zitten. En dat het nog steeds een overtuigingsmodus is om te blijven
teruggeworpen worden op het concept dat de mens nog heel veel te leren heeft. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is het ontkrachtingsprogramma. Het ontkrachtingsprogramma is voortdurend dat de mens nog te leren heeft. Nou, en dat klopt ook wel in de fase waar we nu zitten, maar dat is het inceptieprogramma waar de mensheid in draait. En dat is niet per definitie goed of fout, hè, want ik bedoel, je kunt zeggen je gooit het in de prullenbak, maar in feite is het een enorme mooie belangrijke leer, omdat er heel veel informatie in staat, ja, waar je echt wel stukken van jezelf in terug kunt vinden, ja, en ook bepaalde respectabele en ze ook respect hebben voor elkaar, wat veel mensen kwijt zijn. Hè? Veel mensen willen elkaar echt. Zijn zelfs mensen die op hun websites gaan schrijven over andere mensen, wat ze daarvan vinden. Dus als je dan over respect hebt, dat je nog het interne respectvolle stuk van je oorsprong draagt, dat wordt dus nog wel door die Rozenkruisers wordt dat echt uitgedragen. En, maar als je daar dus naar gaat kijken, dan is het nog steeds de kracht buiten jezelf. En het is steeds het oude liedje dat het een model is. Het past in het insertiemodel, wat wij dus als zodanig nu ook als evolutionair spiritueel model zijn gaan hanteren. Mm-hmm. En doordat wij ons daaraan houden, wij conformeren ons aan dat concept, beleven we dat dus ook collectief, maar ook persoonlijk. En zit je er dus ook in, behalve als je dwars wordt. Nou, ik roep iedereen op flink dwars te worden, vanuit schepping. Ja, dus er worden eigenlijk de perfecte koekjes voorgehouden, maar de laatste, dat wij zelf de allerkrachtigste zijn, die wordt toch heel subtiel ontkracht, zodat je in deze matrixrealiteit blijft. Ja, zeker, want dan kom je dus ook op allerlei verschillende chantagemodellen uit, hè? Ik weet niet wanneer je beter uit bent, of je atheïst bent of dat je spiritueel aangelegd bent, want een atheïst heeft eigenlijk weinig referentiekaders op dat gebied. Ja. En kan vrij snel een onderzoek doen zonder dat hij daar het gevoel bij heeft dat hij iets een oud model, wat hij dus erg aan hangt, los moet laten. Terwijl als je in de spiritualiteit zit of ook met allerlei andere buitenaardse interdimensionale concepten te maken hebt, willen mensen dat niet loslaten, omdat het toch vaak een overlevingsmodel is. We moeten vasthouden ergens aan. Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is, we hoeven ons helemaal nergens aan vast te houden, want we zijn er al. Hè? Ja. En dat is een heel belangrijk concept, en dat is in feite met de Rozenkruisers in dito. Ja, mooi om te horen. En dat is met alle religies en alle groepen zo. Dus het is dus ook geen oordeel of iets dergelijks, maar het is meer een vaststelling vanuit een ander perspectief. Ja. En dat is trouwens ook wat de echte benevolent beings, dus de echte bijdragende wezens uit het universum, uit een ander kwantumversum, aan ons ook eigenlijk vragen, zonder het echt te vragen, van joh, ga nou eens onderzoek doen hoe vrij je werkelijk bent. Is de dag morgen nog steeds even leuk voor jou, op het moment dat je alles wat je nu leuk vindt, en overtuigingen, ook op bewustzijnslevel, dus ook in de groepen van mensen die echt met bewustzijn bezig zijn, als je dat allemaal loslaat, hoe voel je dan? Als je dan nog steeds goed voelt, dan sta je echt wel in je eigen potentieel. Zo niet, dan zit je in feite in een overlevingsmechanisme. En dan kunnen wij toch niet die ambassadeur zijn. Nee. Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ja. Ja. En heel veel mensen die hebben bijna doodervaringen. Hè, met heel veel overeenkomsten in hun verhalen als ze terugkomen. Ja. Ja, dus mensen voelen zich vredig, worden door een wit licht aangetrokken. Die spreken met overleden geliefden. Krijgen een levensschouw, hè, zien de hemel of de hel. Krijgen een vooruitblik op het resterende leven. En die voelen ook een grens, een soort point of no return. En een terugkeer in het al dan niet pijnlijke lichaam. Ja, is dat dus heel veel mensen hebben die overeenkomst natuurlijk, omdat we in een collectieve matrix zitten, zeg maar. Mm-hmm. Wat is een... En we hebben het wel eens gehad in een van onze vorige uitzendingen van, nou, je moet eigenlijk niet naar het witte lichaam, want dat is ook weer een pool de matrix in. Mm-hmm. En jouw meest, jouw beeld van je geliefde, of dat nou daadwerkelijk je geliefde was hier op aarde, of jouw beeld van het allerheiligste, die verschijnt dan in een soms intimiderende goedheid en vrede. Om jou mee te trekken daarin. Mm-hmm. En wat is dan een bepaalde gemoedsgesteldheid die je in jezelf kunt hebben om daar weerstand aan te bieden? En hoe kun je ook onderscheid maken tussen wat je zelf bent in je oorsprong en wat dat niet is, zeg maar, wat matrix is? Mm-hmm. Kun je daar iets over zeggen? Ja, het onderscheid daarin is natuurlijk, heeft ook deels met een stukje kennis te maken en ook
inzichten verwerven in jezelf. Hè? Want kijk, de reis naar vrijheid kent vele wegen. Hè? En kent ook vele onderzoeken. En dat wil niet zeggen dat je de vrijheid, dat het ook de vrijheid is voor iedereen. Nee. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt om te begrijpen dat er niet een handboek is om dat te doen of zo. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat de mens, wie wij hier op deze planeet zijn, een ongelooflijk geprogrammeerd wezen is geworden. Mm-hmm. Allemaal. Ja. En dat we derhalve dus ook echt finaal in een programma in de pas met elkaar lopen. Want we kennen die beelden wel van Noord-Korea, met al die uit het communisme regime, ja. Dat ze in de pas lopen. Maar als we dat eventjes heel zwart-wit mogen zeggen, dat doen we op deze aarde massaal. Ja. We lopen massaal met elkaar in de pas en we lopen exact met elkaar in de pas wat de grote machthebbers en de structuur hier op aarde van ons willen. En als je dan dus teruggaat naar het moment van de dood, dan kun je dus ook bedenken dat op het moment dat je dat ervaart, dat je nog steeds in de pas zit. Want ook je gezonde verstand gebruiken in relatie tot je inlevingsvermogen, wij reizen niet. Als wij doodgaan, dan reizen we helemaal niet door een licht tunnel. Want we hoeven helemaal niet door tunnels te reizen. Je bent gewoon. Ja. Ja. Het is een interdimensionale verschuiving. Het is een shift. Uh-huh. Ons bewustzijn ontkoppelt zich, hè, de verbinding tussen ons bewustzijn en dit universum, deze radiofrequentie, die wordt verbroken. Dat is wat er gebeurt. En op het moment dat dat verbroken wordt, is dat weg. En is ons bewustzijn direct in een ander veld aanwezig. En dat is een avatarlichaam waar zich deze realiteit afspeelt. En we hoeven dus niet te reizen. Dus het principe dat we dan eerst door een lichttunnel heen gaan en dat we daar allemaal mensen zien die we kennen, is allemaal gebaseerd op een collectief geheugen wat gebruikt wordt om de mensheid door middel van mind control programma's mm-hmm. voortdurend dat te laten voelen op basis van blackmail, chantage, ja. Wat jou lief is geweest in dit leven. En dat heb je hele leven heb je dat verdedigd, ja. Totdat de dood erop volgt. En dat is het grootste zwaard van Damocles waar de mens mee te maken heeft. En in het moment dat jij gaat beseffen, in het hier en nu, in dit moment, hoe autonoom en soeverein ben ik eigenlijk? Hè? Ja. Wat voor keuzes maak ik? En op basis van wat maak ik die keuzes? Als je daar echt heel diep in durft te gaan, dan zul je onvermijdelijk gaan constateren dat nagenoeg alle keuzes worden gemaakt op gevoelschantage. Mm-hmm. Dat is echt een heel, heel groot belangrijk onderzoek wat de mens te gaan heeft. En dan kom je dus ook op het punt dat als je overlijdt, dat het helemaal niet nodig is om te reizen. Dat er helemaal geen koekjes voor gehouden hoeven te worden om ergens naartoe te gaan. Dat het licht jou helemaal niet hoeft te roepen, omdat je zelf schepper bent. En dat je dus een shift maakt in het bewustzijnsproces. En dat op het moment dat je dat meemaakt en je besluit om dus niet daaraan mee te gaan. Mm-hmm. Dan krijg je ineens een ongelooflijk snelle ontwaking. Heel snel. Okay. Er zijn dan de geliefden die je dan bijvoorbeeld tegenkomt, hè? Zijn dat, is dat allemaal vals? Zijn ze dat niet echt? Deze matrix is niet echt. Dus jezelf niet en je geliefde ook niet? Nee, dat is juist het interessante eraan. Dat wij dus in een overtuiging vasthangen. Ja. Want alle mensen waar wij van houden, inclusief je kinderen, je ouders en wie dan ook. Wij hebben de overtuiging dat we nu heel gek zijn op die mensen. En dat klopt ook, want dat is wat we ervaren nu op dit moment. Ja. Maar de liefde die daar dus echt in zit, dat zit niet in dit dimensionale veld. Maar die liefde zit ergens anders, want die verbinding is er al. Ja. En dat gaat dus ook nooit verloren. Dus op het moment dat wij het proces van overlijden ineens gaan ervaren als dat ons bewustzijn ontkoppelt van dit deel van het universum. Dan zouden we er ook dieper in kunnen kijken. Dan zouden we ook kunnen zeggen, oké, dus als ik nu ontkoppel, kom ik dus ook al die andere mensen tegen. Tenzij zij gekozen hebben voor de matrix. En dat klopt, dan zijn verschillende lagen van werkelijkheden over elkaar heen. En dan kom je dus op het punt van, ja, maar oké, mijn vader is vorige maand overleden en die was hartstikke spiritueel. Of die was heel godsdienstig. En in welke lichttunnel zit hij dan nu? Zit hij dan nu vast? Hè? Ja. En dan moet ik dit antwoord geven. Dat is niet gebeurd, want deze matrix is niet echt. Nou, gezellige avond, hè? Ja, best wel, ja. Maar dit is heel ingewikkeld iets. Het is heel gelaagd. Ja. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je dit hele verhaal alleen maar kunt gaan ontleden als je de kracht hebt om helemaal naar jezelf te gaan. Als je het helemaal bij jezelf durft te brengen. En dat je vermogen van jou als mens, dat je dat helemaal durft los te koppelen van alles wat je ziet. En dat vergt nogal wat. In je leven. Dus dat is eigenlijk je leven als voorbereiding op zo'n moment ook. Ja. En de, laat ik zeggen, de machthebbers,
de invasiemachten die het planetaire bewustzijn onder controle hebben gebracht, die weten dit heel goed. Mm-hmm. En daarom doen ze het zoals zij het willen en zijn ze ook helemaal niet bang voor karmische modellen. En zijn ze helemaal niet bang om schade toe te brengen aan het verhaal, omdat zij weten dat deze realiteit er één is van een mind control, een gigantische hoax. Ja. Wat wel aan de hand is, en dat is ook heel belangrijk om te noemen, is dat doordat ons bewustzijn ons dus gekoppeld is aan het universum, mm-hmm. en wij langzamerhand tot besef komen wat onze krachten zijn, dat wij dus door een hele evolutie heen gezien wel deze wereld zelf hebben gecreëerd. Mm-hmm. Dus wij zijn hem zelf aan het upgraden. Ja. Wij zijn zelf dus deze prachtige mooie planeet, ook al is het een bubbel van energie wat een matrix is, wij zijn hem dus zelf aan het inkleden. En dat wordt ook bedoeld met van de hemel op aarde. Ja. Dus wij zijn telkens met ons bewustzijn in deze bubbel aanwezig. En wij zijn dus in staat om zelfs in dit hologrambewustzijn, in deze bubbel, scheppende wezens te zijn en schepping te brengen. En dat is wat we dus doen. Ja. En dat is heel bijzonder. Ik krijg een vraag die zegt van, staat het moment van leven en dood vast? Nee. Nee, ja? Nee. Dus als je een levensschouw krijgt, dan is dat een mogelijkheid. Het is een mogelijkheid, ja. Op basis van hoe je uitgelezen wordt. Oké. Ja, ik begin er eigenlijk een beetje bij te glimlachen, maar het is gewoon, ik denk ook dat het heel gewoon goed is dat er niet is. Dat we onszelf daar gewoon van los kunnen trekken. Ja. He, want op het moment dat jij echt gaat beseffen dat je echt zelf je eigen script schrijft, op het moment dat je je lostrekt van al die overtuigingen en protocollen, dan krijg je dus ook echt je scheppingskracht terug. En dat is heel bijzonder. Mm-hmm. Ik ben zelf 3 keer in mijn leven overleden geweest, waarbij ik 3 keer ben teruggekomen in mijn lichaam. 3 keer ben ik door die tunnels heen gegaan. Ik heb de massamanipulaties zelf bekeken. Ik heb letterlijk, ben ik doorschenen geweest met de maximale kracht van liefde van het Christusbewustzijn. En ik heb gekozen om zelf te shiften. En het bijzondere was dat ik 3 keer, in 3 keer in die processen, dat is in 3 jaar tijd 3 keer gebeurd, dat ik zelf weer terugkwam in mijn lichaam, aansluitend op het moment dat mijn lichaam ook mee stopte. Aha. En daardoor heb ik zelf ook gezien dat datgene wat ik al wist, dat dus ook klopt. Ik heb het gewoon, en dat is niet valideerbaar voor een ander, nee, maar ik kan het wel gewoon in alle openheid delen, ja. dat dus gewoon wel wat te valideren is, mits jij de kracht hebt om los te komen van die overtuiging. Precies. Maar mensen kiezen graag voor de makkelijkste weg. Ja. En precies ook de leukste weg, want dat is natuurlijk helemaal makkelijk. En is het ook belangrijk om bewust over te gaan? Dus bijvoorbeeld zoveel mogelijk zonder bewustzijnsbeïnvloedende middelen als pijnbestrijding? Of maakt het eigenlijk niet uit? Omdat het vastzit aan dit lichaam en als je dit lichaam los bent, dat dan niet meer geldt. Nou, dat hangt helemaal van de situatie af. Hè. Ik heb met mensen meegemaakt die overleden zijn en bij volledig bewustzijn, dus gewoon overgegaan zijn. En daar heb ik later dus nog contact mee gehad met die mensen. En die waren gewoon volledig bij bewustzijn bij het shiftingsproces. Mm-hmm. Daar heb ik ook feedback van gekregen van die mensen. Van het klopt, wat we hebben besproken klopt. Mm. He, want er zijn 8 lagen van schillen en controle over door deze matrix heen. En die schiet je dus uit. En op dat moment dat je dus door dat vermogen van jezelf, als je dat durft aan te zetten, dus al die overtuigingen weg. Je gaat niet door die tunnel, maar je laat het vermogen van jezelf tot ontplooiing komen. Dat zijn 8 verschillende lagen waar je dan doorheen gaat in heel snel tempo. Maar in die momenten worden jouw angsten, excuus even, hoesje tussendoor, worden jouw angsten die je in dit leven hier hebt, al hebt ervaren of nog niet hebt opgeruimd, die worden uitgelezen door dat systeem en die worden vergroot maximaal. En dan word je dus feitelijk, word je dus overruled door je eigen kracht en je ontkenningsmodus en al je eigen angsten. Je eigen kracht wordt ingezet tot maximaal beleving van angst, andere gezelligheid. Ja, en daarom is het ook belangrijk voor regressietherapeuten die hiermee bezig zijn, dat die zich niet het gevoel hebben dat ze dus de les gelezen worden, want dat is helemaal niet zo. Het is puur onderzoek wat ik je aangeef en ik ben echt niet de enige, om te gaan zoeken naar de sleutels, niet in vorige levens, maar om heel erg te kijken in het nu moment, want daar liggen de sleutels. In dit moment, dus alle vorige levens die worden onttrokken door het matrixprincipe, worden onttrokken uit het nu moment. Dus wat we nu meemaken in dit leven, hier, in dit moment van nu, dat is alles bepalend voor de vorige levens. En als je het hier oplost en je gaat dan met regressie terug naar vorige levens, dan zul je feitelijk constateren dat het opgeruimd is. Ja. En dat is toch fantastisch? Het maakt er niet uit of we van links naar rechts of van rechts naar links gaan. Het gaat erom dat we ons opruimen. Ja. We hebben voortdurend nieuwe zienswijzen. Ik heb een reïncarnatietherapeut gesproken, die heeft 30 jaar, iets van 30 jaar in praktijk gehad. En die
zei dat hij in het begin van zijn proces een aantal reïncarnatiesessies had gehad, waarbij hij zich herinnerde dat hij een oneervolle dood was gestorven in de Tweede Wereldoorlog als Duitse soldaat in een tank die werd afgeschoten. En toen hij veel verder was in zijn proces, kreeg hij ook een regressie. En toen herinnerde hij zich een leven, ook in de Tweede Wereldoorlog, van een geallieerde soldaat die eigenlijk een held was. Dus die heeft, en dus dat kan eigenlijk niet, hè? Dat je op twee dezelfde momenten in de tijd een verschillend leven herinnert. Ja, of het zijn twee verschillende parallele werelden geweest. Okay, kan natuurlijk kan ook, hè, want dat bestaat dus. Maar ik hoor de strekking van wat je zegt. En het is heel belangrijk om dat gewoon tot ons te nemen. En, want het is, weet je, het hele vorige leven principe is voor heel veel mensen een... laat ik het zo zeggen. Veel mensen komen in een passieve modus van de huidige situatie waar ze nu in zitten. Dus ik spreek even tegen jou thuis. Voor degene die dat voelt. Dat je dus het gevoel kan krijgen in je systeem. Dat je kunt verklaren waarom je in je leven nu meemaakt wat je meemaakt. Op basis van wat jij weet van je vorige leven. En dat je daar een karmisch model aan hebt gehangen. Heb je het gevoel van, oké, dus het is logisch dat wat er toen is gebeurd, dat het zich nu eigenlijk in deze vorm in het nu afspeelt, omdat het een leerproces is en daar moet ik dan gewoon doorheen. Ja. Er is op zich niks mis mee met het model. Behalve als blijkt dat het niet klopt. Want waar ben je dan mee bezig? Dan mis je eigenlijk het moment van nu. Dan mis je het moment van het herschrijven van nu. En dat is de grote truc. Buitenaards zijn interdimensionale krachten. Dat zijn lichtmicroben van oorsprong. Dat is een compleet veldbewustzijn van een hele hoge graad van intelligentie. Hebben de key levels gehackt van onze sluitcode in ons scheppingsveld. En zijn binnengedrongen en hebben ons op een onvoorstelbare wijze gemanipuleerd. Tot op de dag van vandaag. En het is de tijd dat de mensheid opstaat. En het is de tijd dat de mensheid... De blauwdruk van de oorspronkelijke code in zichzelf toegang gaat geven door simpelweg alles een keer aan de kant te zetten. Dat is het onderzoek. Gebeurt er voor dieren iets anders als ze doodgaan dan voor mensen? Dieren zitten niet in het scheppingsmatrix zoals wij dat zitten. En dus deze werkelijkheid waar wij nu zitten, nou, nog meer van die leuke plaatjes. We moeten gelijk even een glaasje water drinken. het gaat hierom. Ons veld van bewustzijn, we noemen dat dan bij ons de ziel, hè, ons zielsbewustzijn. Ons scheppingsvermogen is gekoppeld aan dit universum hier. Mm-hmm. Ja? En dit universum, wat dus in feite een geïnvaseerd universum is, dat onder controle van reptiliaanse mensachtige wezens onder andere, dat is een universum op zich. Dat is gewoon een universum op zich. En in dat universum is het dus mogelijk dat er daar ook dieren leven. Mm-hmm. En ons vermogen wordt gekoppeld in een cyberbiologisch lichaam, wat door hen bestuurd wordt, waar wij denken dat we ons mee identificeren. En vanuit die visie proberen wij een verklaring te geven en betekenis te geven hoe dieren dus functioneren. Maar die dieren die zitten gewoon in dat model. Maar die dieren reageren dus wel op ons scheppingsvermogen. Ja. En doordat wij die dieren lief hebben, doordat wij die dieren kunnen voelen, we brengen ze liefde. Doordat wij die dieren kunnen zien, kijkt het hondje in zijn oogjes en je ziet dat dat hondje zo diep in je kijkt. Dan word je geraakt hier in je hart. Kijk je dat diertje aan en dan zeg je, dag lieverd, ik hou zo van je. En op dat moment is ons scheppingspotentieel dus aanwezig om die dieren aan te raken. Maar het heeft helemaal niets te maken met het stervingsproces van hen. Want zij komen niet uit die matrix waar wij vandaan komen. Oké. En waar komen zij dan vandaan en waar gaan zij weer naar terug? Dat is een dierencollectief. Dus dat is een compleet ander model dan het menselijk scheppingspotentieel. Dieren, een groepsziel of zo? Ja. Om een voorstelling te maken. Het zijn bewustzijnsvelden. Wij hebben een onafhankelijk, mensen, maar ook vele andere schepperrassen, hebben onafhankelijke zielen. Maar die zielen zijn wel in een veel groter eenheidsbewustzijnsveld, dat is een galactisch veld, met elkaar in verbinding, maar dat is per ras is dat gekoppeld. Mm-hmm.
En bij de dieren is het zo dat zij ook zielen hebben. Mm-hmm. Hè? Alleen van een heel andere betekenis. En dat zij met elkaar in een verbinding staan. Maar dat zij dus geboren worden in bijvoorbeeld in deze matrix. Dus in deze realiteit, in dit universum. Maar dat ze niet afkomstig zijn uit ons universum. Wat niet betekent dat als wij teruggaan naar de oorspronkelijke wereld, dat wij dan dus geen contact meer kunnen hebben met onze lievelingshond. Want als wij terugkeren in onze oorspronkelijkheid, kunnen wij met alle frequenties tegelijkertijd communiceren. Mm-hmm. Maar dit proberen we dus nu een bepaalde betekenis te geven en uitleg op hoe, de basis hoe wij nu denken. Ja. En daardoor zijn er ook zoveel mensen die elkaar in de haren vliegen, want ze willen het kunnen begrijpen. En dan zeg ik maar steeds van, lieve mensen, het enige wat we hoeven te begrijpen is dat de vorm waar ik het nu over spreek, dat dat maar eventjes een tijdelijke vertaling is. He, dus neem dat gewoon maar met een korreltje zout, want de vorm is gewoon toch heel anders. Maar veel belangrijker is dat we ons onderzoek in het hier en nu durven doen. Hoe kunnen we nu in dit leven hier vrijkomen van al die manipulaties? En het begint dus door oude referentiepunten los te laten. Ja. En het begint ook door zelf weer te gaan denken, klopt het wel? Maar ook te gaan voelen, klopt het wat ik voel? En wat heel belangrijk is, is om ook veel plezier en vreugde in je leven te hebben. Want het gevoel van vreugde en plezier, dat is een frequentie wat direct te maken heeft met ons scheppingspotentieel. Ja. En de hele mensheid verkeert in tragiek. Ja, absoluut. De mensheid is in een compleet andere modus terechtgekomen. Ja, en die zijn heel depressief en daar komen ook zelfmoorden uit voort. En gebeurt er nou iets wezenlijk anders als je zelfmoord pleegt dan dat je natuurlijk overlijdt? Nee. Nee? Helemaal niks. Oké. Okay. Nee. Er is weer een morgen hoor. Ja, oké. Okay. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Maakt niks uit, nee, oké. Okay. Nee, dat zijn allemaal dualiteitsspelletjes die gespeeld zijn onder de noemer van dat er een satanische kracht is, of dat je het vage vuur in gaat, hè, of dat je kiest voor het Jezus Christus bewustzijn. Hè, dus ook weer is dat een indoctrine, hè, een indoctrinatie, om ons toch een keuze te willen laten maken. En dat je dus moet leiden door te kiezen voor iets wat het ene goede is en het andere slecht. Terwijl alles zich in één model bevindt. Ja, ik had wel eens gelezen dat er om ons heen een soort ei zit. En dat we een soort levensvlam hebben. En als die natuurlijk uitdooft, dat er dan andere mogelijkheden zijn dan dat je dat als dat je dat doet in je zelfmoord, zeg maar. Dus dat die vlam dan nog niet op is. En dat je dan eigenlijk net zo lang hier blijft of in een punt blijft totdat je natuurlijke levensvlam is uitgedoofd. Ja. En dat je dan pas de mogelijkheden krijgt die je zou hebben bij natuurlijke dood. Ja. Streep erdoor. Volstrekt niet waar. Okay. Het is in ieder geval zover waar dat als jij daarmee bezig bent en je gaat helemaal mee in die aannames en veronderstellingen, dat je dus dan ook finaal gekoppeld bent in dat model. Mm-hmm. En dat je dus ook finaal in die matrix-overtuigingen die realiteit zult ervaren. Yeah. En op het moment dat je dat dus durft los te laten, dan gaat er werkelijk waar een gigantische realiteit open. Ja. Die van zo ongekende grote betekenis is, dat het Christus bewustzijnsveld eigenlijk gewoon een korreltje is in de woestijn. Oh. Zo groot is het. Oh. Zo ontzettend groot. Ja. En dat is waarom de buitenaardse groepen die de aarde bezoeken via technologieën die anders zijn dan dat ze met hun ruimteschepen gewoon zomaar even landen, dat zij dat heel goed begrijpen en heel goed begrijpen wie wij zijn en dat het aan ons de taak is om echt één voor één stukjes los te laten. En dan is het soms heel erg kaal, want wat blijft er dan eigenlijk nog over? Nou, daar komen we dus wel in terecht wat er dan nog overblijft. Het zal één groot feest zijn. Er is een vraag van of er ook tijd is als je dood bent. Maar dat, of er ook tijd is als je dood bent. Mm-hmm. En dat, maar dat, als ik je verhaal beluister, dan denk ik van nou, op het moment dat je kiest om in die matrix te blijven, dan zal dat wellicht wel zo zijn. Maar op het moment dat je daar kiest om eruit uit te stappen, dat dat niet zo is. Kan ik dat zo zien? Nou kijk, het begrip tijd is natuurlijk is ook onderhevig aan voorschrijdend inzicht natuurlijk. Hè? Uh-huh. Wij hebben tijd nu bijvoorbeeld gekoppeld aan het aantal omwentelingen van de as, van de aarde om haar eigen as. Ja. En dat we één keer in de 365, nog wat dagen per jaar hebben en aan de andere kant van de zon weer uitkomen. En dat onze zon ook weer draait in een constellatie om nou, zo kunnen we wel even doorgaan. Ja. Dat is voor ons tijd, hè? Maar
Maar dat is ons begrip en dat is onze menselijke manier van hoe we daarmee omgaan. Andere mensen van bijvoorbeeld de Alberaanse societies, die ook finaal 100% menselijk zijn, ervaren tijd totaal niet zoals wij. Maar toch hebben ze wel te maken met het moment dat zij hier zijn, hebben ze ook te maken met dat ze op een aarde zijn die dus 24 uur de tijd nodig heeft om in een ronde te draaien. Alleen ze ervaren dat niet als een tijdspanne. Okay. Wij ervaren dat zo. En dat zijn dus de collectieve programmeringen. Okay. Dus tijd is bij ons ook gekoppeld aan het verouderen van ons systeem. Stel je nou eens voor dat wij allemaal niet ouder zouden worden. Mm-hmm. Helemaal niet. We zouden gewoon blijven zoals we zijn. Ja. Zeg eens wat, op een van je mooiste jaren, rond je 25ste jaar. Dan is überhaupt ouder worden is al niet eens meer in je database, in je biologie van programmering aanwezig. Dat vervalt. Dus dan ben je al een behoorlijk stuk tijdloos. Ja. En op het moment dat je een hele andere software database krijgt in je hartbewustzijn, waardoor je heel andere zaken waarneemt en anders interpreteert, mm-hmm. en er ook andere kosmische wetten komen die voor jou toegankelijk worden, dan vervaagt dit allemaal. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wetenschappelijk gezien, is dat een waanzinnig iets wat ik hier zeg, maar zo waanzinnig is dat helemaal niet, want er zijn genoeg wetenschappers die daar hartstikke veel onderzoek naar doen. Ja. En we kunnen er niet omheen door gewoon steeds weer vast te stellen dat we alles ervaren op basis van hoe we het nu kunnen waarnemen. Als je zelf dood zou gaan, hè, zou je dan kiezen voor cremeren of begraven of nog iets anders? Maakt het überhaupt uit of vind je het echt obsoliet? Totaal niet belangrijk. Nee. Vind ik het wel heel mooi dat in India, dat mensen als ze overleden zijn, heel snel worden verbrand. Moet je natuurlijk niet net 4 dagen aan de andere kant van de wereld zitten, dat je er niet bij kunt zijn. Maar op zich, wat ik ermee bedoel, ik vind het heel mooi dat iets door vuur eigenlijk wordt verbrand. Een lichaam. Dus zo zou het misschien kunnen. Maar als zou ik bijvoorbeeld weer niet in een kist willen liggen. Want dat vind ik allemaal zo. Ik weet niet hoe ik dat zou willen eigenlijk. Ik denk dat een begrafenis ook prima is. Ja, ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat ik mijn lichaam gewoon meeneem. Kijk. Now we're talking. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Nee. Ik zou dat eens thuis vragen. Ik denk dat dat ook iets is van in deze matrix, hoe andere mensen dat zouden willen. Ik heb zelf ook een kind, dus daar zou ik wel een rekening mee houden. Maar het is bij mij niet allesmakend. Nee. Überhaupt is het bij mij niks allesmakend, want ik ga gewoon mijn eigen koers. En ik wil vragen aan iedereen om dat ook echt te gaan doen. Eigen koers. Ja. Dus ja. En hoe kun je iemand het beste dienen als hij dood is? Maakt dat nog uit? Of nee, het maakt helemaal niks uit. Want als iemand zijn bewustzijn ontkoppeld wordt uit dit galaxy, uit dit universum, dan die persoon maakt in dat moment zelf direct de eigen shift mee. Mm-hmm. En daar heeft helemaal niemand iets mee te maken. Dus alle, helemaal niemand. Nee. Dus alle totaal eventuele niet. Rituelen zijn gewoon ook totaal obsolete. Het is allemaal bedenksels. Dat zijn allemaal Anunnaki-programmeringen, al die rituelen. Mm-hmm. Want het is zo dat als iemand overlijdt, waar jij heel veel van houdt, dat het niet eens uitmaakt of hij de matrix ingaat of de matrix uitgaat. Mm-hmm. Jij gaat met je aandacht niet naar buiten. Je gaat niet zitten bidden. Je gaat geen wierookjes aansteken en bidden bij een kaars. Je gaat gewoon eens heel diep met je aandacht naar je hart. Oh, sorry, mijn microfoon. Je gaat heel dicht met je aandacht naar je hart toe. En je blijft ook echt in je eigen lichaam. En daar ga jij verbinding maken vanuit je lichaam. Binnen in je hart ga je verbinding maken. En daarin kun jij dus een instructie geven. Een veld in beweging zetten. Binnen in jezelf. Waarbij je de aandacht richt met je intentie. Met je voorstellingsvermogen. En met je gevoel. Op de persoon die jij lief hebt. En dan stuur je een boodschap. En dan is het instant is het aanwezig. Dus dat hoeft ook niet in een kokertje achteraan gestuurd te worden. Dus kwantum, bam, gelijk aanwezig. Bam. En zo communiceren we gewoon met elkaar. En daarbij hoor je dus ook dat ik zeg dat het er eigenlijk niet toe doet in welk overtuigingsmodus iemand terecht is gekomen. Nee. Of waar een ziel heen gaat. Maar dat het veel belangrijker is dat we elkaar kunnen respecteren. En dat we helemaal geen voorbereidende regendansjes of zo over te voeren, wat ook. Dat is niet nodig. Het is echt niet nodig. Dat gebeurt op andere planeten ook niet. Nee. Op andere planeten, als mensen daar overlijden, worden die lichamen gewoon meestal ter aarde besteld. Meestal. En daar wordt gewoon afscheid genomen. En omdat daar geen karmische modellen zijn van inserties en matrixmodules, is er op het moment dat iemand ontkoppeld is van het lichaam, nog steeds volledig contact met dat wezen. Mm-hmm. Moet je je voorstellen. Ja. En hebben we dan nog verdriet? Nee. Nee.
Nee, dus waar is verdriet aan gekoppeld? Aan tekort aan inzicht en het gevoel van lijden. Ja. En dan hebben wij een verlosser nodig die ons daar natuurlijk uit verlost. Ja, zeker. Hey, en orgaandonatie? Zou jij bijvoorbeeld je hart doneren aan iemand die dat nodig heeft in deze matrix, nee. omdat het niet uitmaakt? Nee, juist maakt het wel uit door de matrix. Omdat het lichaam is dus een cyberbiologisch programma, mm-hmm. waar mijn schepping aan gekoppeld zit. En op het moment dat als ik een deel van mijn lichaam beschikbaar zou stellen, ten dienste zou stellen door orgaandonatie bijvoorbeeld, mm-hmm. dan gaat er een deel van mijn scheppingsvermogen, wat dus gekoppeld staat aan dat cyberbiologisch lichaam, wordt gekoppeld aan het cyberbiologisch lichaam van een ander. Mm-hmm. En daarmee effectueert dat andere lichaam, dat cyberbiologisch lichaam, op mijn zielsvermogen, mm-hmm. dat er een deel van mijn kracht nog steeds in de matrix blijft en onder controle blijft staan. En dat vind ik dan ook heel erg bijzonder, dat er veel mensen echt ook grote symposia over geven en veel informatie over geven, dat je dus ook mag beseffen op het moment dat als je overlijdt en je orgaan afstaat, dat je dat eigenlijk doet terwijl je nog niet overleden bent. Ja. En dat je dus wezenlijk en je cellen en je bewustzijn er nog aan gekoppeld zijn. En dat is, als je dat puur wetenschappelijk bekijkt, is het hartstikke fijn dat iemand zijn nieren afgeeft. Het zal je kind maar zijn die op sterven ligt. Ja. Dus dan komt het, hè? Die matrix die zit vol met allerlei dwangmiddelen. Vriendin van mij heeft het gedaan. Ja. En dat is ook volkomen begrijpelijk. Ja. Hè? Want we zullen dus gewoon ook het vanaf alle kanten mogen bekijken. Maar de vraag is steeds van hoe vrij zijn wij werkelijk? En dan ben ik zo blij dat de mensen die over die orgaandonatie schrijven en daar ook mensen over informeren en dat ook helemaal niet doen vanuit een religie van ja, het gaat puur ook het onderzoek inzicht brengen en ga maar eens voor jezelf onderzoeken van wat het eigenlijk allemaal zou kunnen betekenen. Ja, oké. Okay. Want je zou dan ook misschien wel kunnen afvragen van wie heb ik dit lichaam gedoneerd gekregen? Ja? En dat is precies ook nog wat het is ook. He? Want het lichaam is natuurlijk opgebouwd uit je ouders en je voorouders. En ook nog eens een keer uit de overtuigingen en programmeringen van hen. En ook nog eens een keertje van de collectieve en culturele achtergronden die erin zitten. Dus we hebben eigenlijk al een gedoneerd lichaam gekregen. Wat door middel van de biologische samenstellingen geboren is geworden. Waardoor je de veronderstelling hebt dat het van jou is, dat dit van mij is, dat dit ik ben. Maar dit, ik ben dit niet. Jij bent dat ook niet. En dat gaat heel diep. Ja. En dat wordt ook, we hebben het dan met orgaandonatie ook even over. En je bent dan klinisch dood of hersendood of zelfs juridisch dood. En dus die laatste zijn een beetje gelijk aan elkaar. Als iemand voor de wetenschap klinisch dood wordt verklaard, wat voor staat zijn we dan eigenlijk in? Heb je daar een idee van? Dat kan heel verschillend zijn. Dat kan heel verschillend zijn, want het is namelijk het bewustzijn, oftewel de kracht van het wezen, die bepaalt of je los bent of niet los bent van het lichaam. Okay. En er zijn nog een heleboel mensen die klinisch dood zijn en toch nog steeds met hun bewustzijn gekoppeld zitten aan dit cyberbiologische lichaam. Maar er zijn ook mensen die daarvan loskomen, omdat ze doorhebben dat het een cyberbiologisch lichaam is. Dus het is heel verschillend bij iedereen. En dat is ook iets wat klinisch dood, ja, daar kun je dus heel discussies over voeren. Wanneer ben je nou eigenlijk klinisch dood? Ja. Nou, sterker nog, de dood bestaat niet, want dat is dus een inceptie. Dat is nou de hele grap, de hele hoax is van het hele verhaal. Dat datgene wat wij nu ervaren als een werkelijkheid, en dus ook werkelijk één is van een werkelijkheid, maar dat het nog steeds een inceptie is in een veel groter bewustzijn van ons. En dat de overtuiging dat we doodgaan en dat we dus haast moeten maken met te gaan leven. En dat juist ook zoveel mogelijk moeten doen door niet ons leven te leven, maar juist het leven van wat andere mensen van ons willen. Mm-hmm. Dat we daardoor juist de vreugde missen en dat we dus doodgaan en het dan net niet hebben gehaald. Ik denk dat het want hoe laat zitten wij? 10:10? Nee, het is 10:55. 10:55? Oh. Ja. Ja. Dan kunnen we nog 3 uur doorgaan. Minstens. Ik denk, om dit onderwerp even af te sluiten, mm-hmm. hebben we nog even iets heel anders. Corey Good, die wordt veel geïnterviewd door David Wilcock.
Hij heeft recent, ik geloof per 15 januari, een verslag gedaan van een vergadering waar hij bij was. De Secret Space Program Alliance, zegt hij, waar onderhandelingen zijn over met geheime regeringen en hun syndicaten. En hij zegt van nou, er zijn een half dozijn plannen die worden geopperd van een New World Order 2.0 tot een openlijk militair conflict in Wereldoorlog 3. De meest negatieve krachten die dreigen zelfs met het opblazen van vulkanen. 1 tot 3 supervulkanen in de oceanen. Zeg maar de meerderheid, zegt hij, die kiest voor een geweldloze financiële coup en een gedeeltelijke gecontroleerde bekendmaking van buitenaards leven. Maar, zeg maar ze zijn zich er ook allemaal bewust dat wij als collectief een toekomst kiezen. En dat gaat of richting New World Order 2.0. Ik denk in een soort wereld die jij beschreef als... want er staat hier ook met kwijtschelding van schulden en een nieuw geldsysteem. En andere ogenschijnlijke prettigheden. Hij zegt, of er gebeurt een event met full disclosure. Ben jij ook wel eens bij dat soort meetings? En heb jij dezelfde info daaruit? Of hoor jij hele andere dingen? Ik hoor heel veel dingen. Ik weet dat er geen full disclosure komt. Ik geef me even tweeledig terug hoor. Er komt geen full disclosure, absoluut niet. De hele disclosure waarover gesproken wordt is één grote hoax. Als er informatie naar buiten komt, dat er buitenaards contact is, dan zal dat allemaal zijn om de grotere mind control programma's waar de mensheid aan vastgekoppeld zit, om die dus compleet weer te verhullen. Mm-hmm. Wat ik al eerder zei, dat de werkelijke superbeschavingen die heel liefdevol zijn en ook heel intelligent zijn en zich daar niet in mengen, zullen dus geen onderdeel zijn van het disclosure programma. De disclosure is gelaagd en dat als dat naar buiten wordt gebracht, zal de full disclosure alleen maar worden gebruikt om aan te geven dat het zo is dat de hele religies op de schop moeten, dat het hele systeem wereldwijd op de schop moet en dat er dus een nieuwe religie moet komen waarin er één God centraal wordt gesteld om vervolgens de krachten die de mensen uit handen geven allemaal gecentreerd op één plek te kunnen projecteren met onze mind, met ons hartbewustzijn. Dus dat full disclosure programma, dat komt er niet. Als er een disclosure komt, dan zal dat gebeuren door wetenschappelijke afdelingen op deze wereld. En onafhankelijke wetenschappelijke afdelingen die niet gelieerd zijn aan bepaalde landen. Uh-huh. Het zullen geen wereldleiders zijn die überhaupt daar iets over zeggen. Het zullen wetenschappelijke afdelingen zijn. En dat zullen ze laten doen door wetenschappelijke afdelingen, omdat ze dan kunnen zien hoe de mensheid daarop reageert. Als er bijsturing nodig is, dan kunnen wetenschappers die in dienst zijn van inlichtingendiensten, kunnen veel makkelijker daar nog even wat op bijschaven als dat een regeringsleider als president Obama dat bijvoorbeeld zou doen. Die daar absoluut trouwens ook helemaal niet voor gebruikt zal worden. Maar dat zullen ze niet doen, omdat het moet niet gelieerd zijn aan een land. En is het ook nog eens zo dat dat hele programma van die wetenschappers die dat dan naar buiten gaan brengen, dat dat een georchestreerd model is om ook de hele huidige wetenschap en het benaderen van testmodellen en rekenmodellen om die overeind te houden. Dus al met alles het één grote farce en alle mensen die geloven in disclosure, die zullen zwaar bedrogen uitkomen. Mm-hmm. Wat niet wil zeggen dat disclosure dus er niet komt. Het zou zomaar kunnen dat er op een gegeven moment informatie naar buiten komt. En ik weet dat dat niet gebeurt. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ja. En, nou, dat was reactie 1. Juist. Ik vroeg ook nog iets anders. Of ik daar wel eens bij aanwezig ben? Nee. Nee? Nee. Dit soort allianties nooit... Bestaan ze überhaupt wel? Dit soort bijeenkomsten? Nee. Oké. Okay. Nee. Omdat alles hier niet reëel is, net zoals ik niet besta? Of... Dit soort situaties, hè, er zijn inderdaad, hè, wat ik daar dus lees in het verhaal, want ik heb dat allemaal, ik weet niet wat er allemaal hierin staat, even kijken.
briefings, onderhandelingen, alliance groepen, geheime regeringen en hun syndicaten, militaire openlijke conflicten, supervulkanen, oceanen, ja, financiële coup, nee. Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat is heel simpel, omdat alles al geregeld is. Alles is al geregeld. Dit is namelijk niet nodig. Alles is al geregeld. Het menselijk bewustzijn staat al onder een mind control. Het is al klaar. Ja. En dit zijn allemaal, dat zou dus kunnen dat Corey Good daarbij aanwezig is. Mm-hmm. En dat die groepen die daar zijn en dus ook echt hierover spreken. Mm-hmm. Dat is allemaal heel goed mogelijk. Ja, wie ben precies. Ik om te zeggen dat dat er niet is? Nee, okay, ik ga ervan uit dat als hij dat zegt, dat hij dat met de beste wensen weten ook vertelt. Ja. Maar ik weet wel, dat is wat ik wel weet en waar ik wel bij aanwezig ben geweest, hoe die mind control programma's in elkaar zitten en op welke manier ze dat invoegen in het menselijk bewustzijn. En dat mensen letterlijk de agenda's volgen, exact op basis van een geloofsovertuiging. Dus ook dit is een vorm van geloof, zo zou je het gewoon kunnen zeggen, omdat we denken dat er een New World Order 2.0 nodig is. Dat is helemaal niet nodig. Het is absoluut niet nodig. Alles is al finaal in controle. Ja. En nu is het aan ons de taak om dat los te peuteren, in plaats van er nog meer lagen overheen te bouwen. Mm-hmm. Het is echt een gigantische afleidingsmanoeuvre. Wow. Van een enorme orde. Ja. Kwijtschelding van schulden, een nieuw geldsysteem, ja natuurlijk. Maar ja, dat zijn toch ook logische zaken. Want ik bedoel, het hele systeem is toch gebaseerd op schuld. Dus, maar kijk, op het moment dat de mens geld wordt kwijt, als dat allemaal wordt kwijtgescholden, dan moet dat dus, dan is dat inherent aan dat er ook in het menselijk bewustzijn wat verandert. Dus ze gaan echt niet al het geld kwijtschelden als daar niet een andere voordelige situatie voor terugkomt. Nee. En daarom is het zo van belang dat in dit enorme grote scenario, dat we onszelf eens centraal gaan stellen. Nee. Dat we daarom van al die waanzinnige modellen af durven stappen. Dat we beseffen dat de Galactische Federatie een organisatie is die uit de Matrix wordt geïnstrueerd. Dat alle channelings die eruit voortkomen met de beste wensen nog steeds binnen het inceptiemodel vallen. En dat nog steeds al die voorspellingen ten spijt het altijd aankomt op ons vermogen om te scheppen, met het voorstellingsvermogen wat wij hebben, het effect wat wij hebben op de realiteit en dat wij de verandering in werking kunnen zetten. En dat is wat nodig is. Mm-hmm. En het begint in ons eigen lichaam, binnen in onszelf, dwars door de intermoleculaire ruimte, de poortjes open te zetten en daar ons potentieel aan te wenden. En niet buiten ons. Nou, dat is al een hele mooie bekrachtiging. Ja. En misschien een mooi moment om om mee af te sluiten. Ja, laten we dat doen. Ja. Voor de mensen die daar ook graag aan mee willen doen, vraag ik vooral om heel erg bij jezelf te blijven, ook met je aandacht. Besef ook dat in de stilte die we zo met elkaar beleven, dat die stilte er één is van kracht. En dat die stilte er één is die nog door geen andere wezens dan alleen scheppende wezens gevoeld kan worden. Het is het organische moment in onze ziel dat er door ruimte en tijd, dwars door alle lagen van dimensies, aanwezig zijn in dat moment. En het kan alleen als jij jezelf serieus neemt, als een scheppend wezen, en dat je alles wat je ooit hebt geleerd, gewoon aan de kant durft te zetten. En vraag maar eens aan jezelf hoe vrij je dan echt bent. Wat je mag doen, als je dat fijn vindt, is je ogen dicht doen. Een aantal keren op je eigen tempo in- en uitademen. En ook beseffen dat dit moment, juist dit moment, een moment is wat speciaal bekrachtigd kan worden door jou. Jij doet dus nergens aan mee, maar jij bent dit moment. Dit is jouw moment. En bij de inademing naar binnen toe, voel je dat de inademing zich manifesteert in jouw hartbewustzijn, in jouw hart. En bij de uitademing besef je dat de informatie en de gevoelens uit je hart uitgeademd worden in en rondom jouw lichaam. Je laat rustig je adem los en je ademt weer in. In je hart manifesteert het zich. Je houdt het even vast en je laat het weer los. Deze lucht adem je uit rondom jouw lichaam.
En je beseft in het moment dat jij in je lichaam zit. Met de aandacht ben je in je lichaam. Alles wat er om jou heen is, doet er niet toe. Je bent met aandacht in je lichaam. Elke cel in jouw lichaam, elk onderdeeltje in dit lichaam, daar ben jij nu mee verbonden. En je gaat helemaal met de aandacht naar je hart. En terwijl jij met de aandacht in je hart bent, flitst er een beeld door jou heen en een gevoel wat jij hier kon dragen namens jezelf in deze werkelijkheid. Wat wil je laten zien? Wat draag jij uit? En in dit moment in je hart. Komt het beeld, het cadeau van de verandering. Wat jij als schepper hier komt brengen, het ontstaat in een flits in je hart. En je voelt dat jij de drager bent van deze creatie. En je voelt die energie dansen als een kind in je lichaam. En in dit moment adem je diep in het dansende beeld in je hart. En bij de uitademing geef je dit beeld en dit gevoel, geef je zo aan de matrix. En je zegt vanuit je eigen kracht, en van niets anders dan vanuit je eigen kracht. Ik ben hier. Hier ben ik. Ik ben op deze plek aanwezig omdat ik hier ben. Ik neem waar. Vanuit mijn zuivere waarneming, dat in dit moment mijn cadeau voor de matrix alle coderingen van controle zal raken. En we zetten daar de bekrachtiging overheen dat het met een duizendvoud gedupliceerd wordt en bekrachtigd wordt. En door alle mensen tegelijkertijd. Het eigen cadeau. Als dansende programma's, als dansende schepping, gaan al die cadeautjes door het veld heen, door de matrix. En het wordt gezien. En het wordt gevoeld. En we zeggen nog een keer, ik ben hier. En in het moment van nu beseffen wij dat we met elkaar in ruimte en tijd, in dit model van invasie, schepping hebben gebracht. Verandering hebben gebracht. We hebben ons voorstellingsvermogen en ons gevoel getoond. En dat is wat we mogen doen. En dat is ook waarop wordt gewacht. Dat wij gewoon simpelweg doen wat we kunnen. En met een diepe ademhaling
terug echt in je hartbewustzijn, bij jezelf. Dan doe je lekker je ogen open. Het is nodig dat wij als organische, scheppende wezens, nu in het huidige model waar we nu zitten, onze tijd, onze moeite en onze inzet durven gaan leveren om met een oeroud vermogen deze realiteit weer te bezielen. En dan komen we heel dicht in de buurt wie wij zijn en waar we ooit onszelf voor hebben gecreëerd. Dank jullie wel. Wat een mooie avond. Ja, fantastische avond. Ja. Dus wat mij betreft sluiten we hier ook mee af. Wat mij betreft ook. Ja. Publiek, heel hartelijk dank. En de kijkers thuis, ontzettend bedankt voor het mee voorstellen. Niet alleen van de crowdpower, maar ook zeker van deze uitzending. Want besef wel heel goed, hè, van binnen. Dat bezig zijn met deze materie, met deze energie, een enorme bekrachtigende is. En zeker ook een heel erg energetische, zware wissel trekt op het verantwoordelijkheidsbesef naar jezelf toe. Om weer besluitvorming te krijgen in datgene wat jij voelt en wat je doet. Bevrijd je eruit op jouw manier. Doe er onderzoek naar. En kom eens gezellig bij de uitzending zitten. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel Martijn. Voor deze avond ook weer. Ook bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Ik weet uit mijn hoofd even niet welke datum het is. Het staat hieronder. Wordt ook weer aangekondigd. Dus dankjewel en graag tot de volgende keer. Dag.